videokaart, refresh rate, 165 hertz. En een RGB-toetsen. Wordt het weer zo'n banger als net? i9 processor, 4060 videokaart, 165 hertz refresh rate, RGB toetsenbord. Ja toch? Ja, die is er hard hè? Wat toveren we toch weer uit de hoed hier al. Zo lekker dat het greenscreen weg is bro, kan ik eindelijk weer fucking chill bewegen hier al. Wow, zo chill. Bangertjes. Zet hem wel even iets zachter. Zo. Komt u nu met een bang? Zal ik er even een banger van een plaat zoeken, chat? Wat is dit? Wacht even. Even echt even zo. Epic Dark. Hebben we er een? Kom maar door. Zoek er nog eens eentje. Floris, I'm on it, bro. En eerlijk, hoe hard is deze? En het mooiste is nog, jongens. 15% korting op alle Acer, Nitro en Predator producten. Met mijn kortingscode. Die kan je vinden in de beschrijving. Linkjes kan je ook vinden in de beschrijving. Ga checken. Massive shout-out naar één van de twee beste sponsoren in de wereld. Want ik word ook gesponsord door JBL natuurlijk. Maar sowieso een dikke shout-out naar Predator voor het sponsoren van deze stream. Sponsor van deze laptop. En voor het sponsoren van de giveaway van vandaag. Daar kom ik zo op. Damn bro. Oh, dus weer 15% korting jongens op alle gamingproducten. Acer, Nitro en Predator. Kan je allemaal vinden in de beschrijving, de linkjes. Ik vind deze niet heel hard eigenlijk dit nummer man. Geef ons even een goeie. Even een goeie dit. Zo, schrik me de pleurs bro. Selma, dankjewel. Voor de sub. Deze ziet eruit met beats en shit. Ja, man. Snap je? Hoe is het chat? Hoe is het? Hoho, deze is dik! Wat een grimmige teringbedoeling, heerlijk. Was dit hem? Zo'n opbouw? En is dit is hem gewoon, bro. Shit, man. 22 maanden van Selma. 22 maanden alweer. Thanks voor 22 maanden. Wauw. Even één goeie, man. Deze kennen. Deze hadden we net als intro. Nee, de mic moet niet harder, chat. De muziek moet gewoon zachter. Dat is het probleem. Het probleem is het niet, maar... there you go, chat! Hey, hopelijk heb je allemaal zin in deze stream, man. Ik heb er echt tering veel zin in. Merkt hij misschien al aan mij. En ik kreeg vandaag het besef van, ja, dat greenscreen is eindelijk weer pleiten, opgerot. Waarschijnlijk ook om nooit meer terug te keren. Nou, misschien ooit een keer, maar... Voorlopig niet, want daardoor kan ik gewoon weer hier vrij bewegen, bro. Oh,
Kijk wat er gebeurt! Nou jongens, welkom bij een nieuwe stream. Ik deed helemaal niks. Dit is het ultieme bewijs dat Acer me wel nog even een nieuwe stoel moet gunnen, bro. Stem staat echt zacht. Hoe kan dat? Dat is gelul, bro. 100% gelul. 100% gelul. Tibo, je capt. Volgens mij ben jij de enige die het zegt. Maar goed, nu zie je dus hoe fucked up deze stoel is. Ik draai met die stoel en ik zak helemaal gewoon een verdieping lager, bro. Wat is dit? Oh mijn god. Hier, kijk. Zo hoort de stoel te zijn. We deden één draai. Ja, nou doet hij het niet, hè? Oké, nog een keer. Nou doet hij het ineens niet meer. En ik ga niet nu nog een keer, want dan word ik helemaal draaierig en zo. Hey, maar chat, what the fuck is up, man? Vandaag hebben we echt een teringlijpe stream weer. Ik zit trouwens wel heel veel te schelden voor een sponsored stream, mensen. Sorry, Predator. Sorry. Ik zit even in mijn horroravondmood. Waar de biertjes erbij gepakt worden normaal gesproken en dat soort dingen. Dus ik zit even in die mood dat ik gewoon weet dat er heel veel mensen kijken die 18 plus zijn en die dit kunnen handelen. Maar toch, moet even bewust zijn van het feit dat het een sponsored stream is. Nee, echt dikste shout-out ooit naar Predator. We hebben weer lijpe korting op alle producten van Acer. Ik heb het eigenlijk net al gezegd, maar ik hou zorg van Acer dat ik het gewoon nog een keer ga zeggen. Alle info staat in de beschrijving. 15% korting als je mijn code gebruikt in de webshops. Dus dat is heel erg lijp. Zowel in België als in Nederland. Verder over de laptop heb ik al wat informatie verteld. De nieuwste Nitro laptop. Lijp. Laatste wat ik wil namelijk is dat ik er per ongeluk met mijn stoel overheen rol. En dat die Predator... Nitro laptop caduc is. Anyways, vandaag weer Resident Evil Village, jongens. Wat goed dat jullie allemaal weer kijken. Vandaag is het dus weer horroravond. Ja, en daar heb ik toch altijd zin in. En wat ik wilde vertellen, vandaag hebben we ook een giveaway. En weet je wat leuk is met deze giveaway? Dat je alleen kans maakt als je de hele stream kijkt. Dus deze giveaway is gewoon voor de diehards. Daar komt het eigenlijk op neer. Reden is als volgt. Je kan dus een Predator Gaming muis winnen. Een hele lijpe. Ik zal de term er even bij pakken. Namelijk de Predator Sestus 350 Game Muis. Zullen we hem even opzoeken? Predator Sestus 350 Gaming Mouse. De Gaming Mouse. Normaal gesproken betaal je daar gemiddeld tussen de 80 en de 90 euro voor deze muis. Maar, omdat ik jullie broeder ben, regel ik gewoon even dat ik hem in deze stream ga weggeven. Dat is lijp, hè? Dat is echt wel veel lijp. Ik ga hem er even bij pakken. Het is een draadloze muis. En ik vind hem echt fucking hard. Eerlijk? Hij is echt hard. Hij is echt hard, man. Staat hier shit op? Ik moet het altijd even checken. Ik ben heel slecht altijd in die streams waar je gewoon zomaar even je bureaublad deelt en zo, weet je wel? Dan ben ik altijd bang dat jullie iets zien dat ik dan denk, oh, Roy toch. Ja, volgens mij niet. Nee, volgens mij niet. En als het wel zo is, dan lekker wel. Kijk eens, dit is hem. Hier kunnen jullie kans op maken, hè? Op deze. Op deze gaming mouse. Op deze gaming mouse. En hetgeen wat jullie moeten doen. Ik zei al, je moet er de hele stream voor kijken. Dat was geen leugen, want komt-ie. Ik heb 6 codewoorden hier staan. Rechts op mijn scherm heb ik 6 codewoorden staan. Oh, moet ik wel zo even doen. Anders is het 3D-effect van mijn subcounter eraf. 6 codewoorden. En die 6 codewoorden ga ik gedurende de hele stream ga ik ze bekendmaken. En maak je geen zorgen. Ik zal wel duidelijk zeggen, dit is codewoord 1. En jullie dan vertellen wat codewoord 1 is. Vervolgens in de stream zeg ik, en dit is codewoord 2. Dit is codewoord 3. Nou, je snapt het. Tot ik ze alle 6 heb verteld. En de laatste kan ik alvast vertellen. Die vertellen we uiteraard pas op het allerlaatste. Dus, wil je kans maken op deze muis? Het is echt alleen voor de echte diehards. Die gewoon altijd de hele stream kijken. Mensen die de hele stream kijken, die weten al 6 codewoorden. Die 6 codewoorden moet je straks achterlaten in mijn Discord server. Hoe dat allemaal werkt, blijf tot het einde kijken van de stream. Dan weet je hoe je kans maakt. Goed. Codewoord 1, die geef ik jullie wel als cadeau.
Codewoord 1 ga ik jullie nu alvast cadeau geven, oké? Okay? Die krijgen jullie gewoon gratis en voor niets. Meestal op het begin kijken de meeste mensen, dus hier krijgen jullie hem. Het eerste codewoord. Schrijven jullie met me mee, jongens. Pak je notities erbij. Pak je notitieblokje erbij. Je post-it, je stift, je hele verhaal. Je dino-stickers, je snapt het. Codewoord 1 is... Predator. Oftewel... Mijn fantastische sponsor. Mwah. Ja, ja. Mijn fantastische sponsor Predator. Die mij echt al letterlijk 6 jaar sponsoren nu. Sponsort mij nu echt al 6 jaar. Ik denk oprecht dat ze mij al... misschien zelfs 7 jaar. 6 of 7 jaar... word ik al gesponsord door Predator. Dat is echt een fucking long ass time, bro. Holy shit. Maar het eerste codewoord is dus Predator. Dylan, thanks for the sub. Oké, staat genoteerd. Dus codewoord nummer 1 is Predator. Dan gaan wij nu beginnen met de horrorstream. En chat, herinner me er vooral aan. Op het moment dat jullie echt denken, ja maar Roy, nou heb je toch zo godvergeten lang geen codewoord meer verteld. Jij bent het sowieso vergeten. Op het moment dat dat zo is, trek dan even aan de bel. En dan regel het. Oké? Okay? Dan gooi ik inderdaad het tweede codewoord erin. Want dan hebben jullie waarschijnlijk gelijk. Als ik letterlijk al een half uur geen codewoord heb gegooid, dan is het toch wel een keer tijd weer om een codewoord te gooien, snap je? Dus, friendly reminders zijn altijd welkom. Spam me niet. Dus wees geen chips, joch. Wees gewoon volwassen. En dan zit het helemaal goed. Oké? Okay? 700 kijkers alweer. Sterker dan 723. Alleen al op de YouTube's. Dan hebben we er nog 108 op Twitch. Twitch, Leute. We get us there, man. Platfoot. Ik zie Lucroff in de Twitch-chat. Ik zie IDS. Danny the Viper. Secret Hunter. Tigo. Sup, boys? Ja, YouTube natuurlijk dan ook even benoemen. Tom, Dylan, Mr. Fully Box, Chiaro, Jona... Benny01, het Fiske, Tijn, Erik Joyce Lans, Eugenie, Jorrit, Lisa, Kim. Ja, wat een gezelligheid, man. Fuck. Oké, we gaan de game in. Ga ik nog even de muziek uitpleuren, want daar we... ja. Wat ik altijd al zeg als we dit spelletje hebben opgestart. Dit spelletje heeft van zichzelf wel hele akelige, vervelende, meeslepende, ingrijpende, maar wel... lijpe... meerwaardige muziek. Is meerwaardig een woord? Iets kan een meerwaarde leveren, maar kan iets ook meerwaardig zijn? Denk het niet eigenlijk. Maar het klonk wel, ik weet niet man, het maakte sens even in mijn hoofd. Robert, het ziet er weer sexy uit vandaag. Rick, ja man. Ik ga het eerlijk bekennen, heb ik voor jou gedaan vandaag. Ik dacht dat die Rick gaan we even indruk maken vandaag. Nee, thanks bro, thanks. Goed om te horen dat ik goed voor de dag kan komen vandaag. Ik voel me gewoon lekker man. Eindelijk weer even goed geslapen afgelopen nacht. Wat goede belletjes en dingetjes gepleegd wat betreft mijn dak. Dat is nu ook zo goed als afgerond. Morgen komen ze de laatste spullen ophalen. Zo gaan we nog even lunchen met al die boys. Dus ja man, was even een stressvolle week. Maar het feit dat ik er nu weer lekker mijn horrorstreampje kan spelen. Samen met jullie kijkers. Dat doet mij deugd. Dat doet mij deugd. En dat ik ook nog eens aan het einde van deze stream een prijs mag weggeven. Dat doet mij al helemaal deugd. Welkom bij de kakkerstream. Dat doet mij deugd. Ja, dat doet mij zeer veel deugd. We gaan even een gamepie laden, man. Zijn we er allemaal klaar voor? Jonas, 3 euro. Trouwens, sorry Jonas, ik hoop dat je nog kijkt. Waarschijnlijk wel, want je donatie was slechts 6 minuten geleden. Al voelt het als langer geleden. Ja, man, ik moet van 14 tot 18 juli in NK gaan spelen in Gothenburg, Zweden. Ik zou persoonlijk willen uitnodigen voor te komen kijken. Groetjes van Special Devil uit België. Shout naar jou, bro. Maar, ja, om voor een random kijker af te vliegen naar Zweden om jouw EK te gaan kijken. En je vermeldt nog niet eens welke sport het is. dat is toch wel enigszins ingrijpend. Dat is toch wel enigszins ingrijpend. Tenzij je me misschien zou aanbieden dat ik in een privéjet er naartoe kan gaan. Dat we... nee, ik ga de rest niet eens opnoemen. Nee, fuck die shit bro. Nee, ik denk dat ik... Ik waardeer heel erg je aanbod. Maar ik ga hem vriendelijk afwijzen. Het is wel enigszins ingrijpend. Snap je wat ik bedoel? We hebben hier Reservoir Gatehouse. Turn on the electricity to the sluice gate. Ja. Yeah. Alright. Dat doet mij deugd. Ja, dat is weer een meme. Björk hoort alweer. Dat doet mij deugd. Hashtag dat doet mij deugd. Je moet dan ook wel zo'n kop erbij trekken.
Een interessante kop. HBG, a.k.a. Hollebolle Gijs, a.k.a. beter bekend als... I don't know, beter bekend als wat? Beter bekend als vreten tot we de aderen dichtkalken. Tot de aderen dichtslippen, misschien een betere verwoording. Sigaren roken, hij blaast rook als een krater, fixe tip. Rook de sigaar, checkies komen later. Wie kent het nummer Check Track, dames en heren? Gooi het in de chat als je het nummer Check Track kent. Ik blaas rook als een krater, fix mijn tip, rook een jonko, checkies komen later. Ja man, dat is gewoon zo gaaf. Looks like there's not enough power. Dat is waar ook. Er was niet genoeg power. We hebben hier een soort van instructie met hoe we die knoppen uiteindelijk moeten gaan zetten. Denk ik. Op de achterkant stond niks. Dat was hem. Dat doet mij deugd. Dat doet dat wij dit moeten fixen. Dat doet mij deugd, dames en heren. Je ziet dat we 3 op een rij hebben. Schuin. De kleur is weliswaar oranje. Zit nog een beetje blauw omheen. 1 keer zwart en een paar keer leeg. Jezus, Jorian, wat? Jorian is lid voor 70 maanden? Jorian, ben jij al zo lang sponsor? 70 maanden, bro? Dat is echt fucking insane. Ik denk jij 100%. Ben jij de langste sub? Dat moet wel. 70 maanden, bro? Ja, wat pak check in mijn nek, gek. Check is in je bek, slut. Zware vanille of evergreen. It's the best check that you have ever seen. En daarna komt wat tekst wat ik niet op deze stream kan zeggen. Scheldwoorden en ziektes en dat soort dingen. Hey, hadden we dit al vorige keer bekeken? Reservoir gatehouse operations instructions. In an instance of heavy rain, that may be damage to local aquatic life. It is advised that you drain all excess water using the following steps. Step 1. Move the windmills with a crank to start the electricity to the gatehouse. Step 2. Pull the lever in the gatehouse to open the sluice gate. Alright, fucking hell, for fuck's sakes. We gotta fix it all. I mean, look at the water. It's fucking stuck right there. You know, we have to put this open so the water can do like zhoosh zhoosh. And then we have this river filled up with water again. For fuck's sakes. We gotta do it all, man. Fuck. That's the windmill. So, how do we get there? Niet via deze route. Dat hadden we al gecheckt. Via deze route was een no-no-go-go. Was het via deze route? Ook niet. Want hier hebben we HBG. So, we going this direction. Hier hadden we ook al gecheckt, volgens mij. Ja. Verlut toilet. Tommy motherfucking Shelby. Fucking hell. Who the hell was that? Hollebol de Gijs zit toch daar? Hoe kunnen we hem hier nog zo duidelijk horen? What? Hollebol de Gissa, bro. Het is zo mooi dat jullie ook al die termen onthouden. Al die verdwaaste, domme termen van mij, bro. Dat is wel goud, hoor. Oké. Okay. Is this all we fucking need? Waarom hebben we de sniper niet op onze slotje? Waarom hebben we dat eigenlijk niet? Nou ja, weet je het wel is, als we dit indrukken, dan pauzeren we als het goed is een soort van de game. So, with that being said, we should be fine. laten we dit... Hey, we hebben trouwens ook gewoon 2 lockpicks. Oké. Die maar even daarheen. En dan die daarheen. Zo. Dat kan niet, Roy. En geen sniper in zijn slot. Huh? Wat, Kenny? Ik snap er niks van. Oké, maakt niet uit. We zijn hier. Dus we zijn niet daar. En als je link... Als je links kijkt, dan zie je rechts niks. Denk daar eens over na, chat. Hey, lei. Wat zeg je als je veel geld vindt in deze game? Lijp. Ja, die komt beter, sorry. Oké, geef eens even een zwieber aan dat ding.
Oh. Crank that shit up, bro. Ja, die is... Seriously? Ja, verneukt, bro. Echt gewoon tering hard verneukt. De wellwheel gaat dat niet doen. Oké, nou, laten we naar beneden gaan. Let's take the look. We hebben gewoon weer 823 kijkers, hè, op de Resident Evil stream. En 124 op Twitch. Dat zijn er gewoon zo goed als 1000 op een horror streampje. En dan heb je nog sommige kids in Nederland en België die zeggen... Royalistic heeft alleen kijkers als hij Fortnite streamt. Niet waar, bro. Kijk maar. We spelen nu een horror stream en dat is toch even veel kijkers. Bye. Goed, ga niet naar beneden. Let's fucking go. Hoe duur is dit spel? Geen idee. Ik denk 70 of zo. Dat is die diehard community en zo is het Secret Hunter. Die hebben we, bro. Dat we al zo lang in de game zijn. Dit is hoe het zit. Karijn zegt, ah, ik ben een heks. Ik ben geen heks, ik ben een heks. En voor jou zit mevrouw heks. Heel goed, Karijn. Laat ze horen. Ja. Lekker hoor. Karijn, een van mijn trouwste kijkers. Die echt letterlijk elke stream bij is. Ik denk dat je op één hand kan tellen hoe vaak Karijn er niet bij is geweest bij de streams. Ben je autistic, Roy? Ja, Duvel, jij weet er alles van volgens mij. Dus you tell me, bro. You tell me. Roy, bij de trouwe kijkers in 2017. Max, dat horen we graag, broeder. Dankjewel, man. Lekhammer 5 euro. Goedenavond, Roy. Heb jij een nieuwe, de nieuwe Bad Boys trailer al gezien? Nee. Dit is beter dan Fortnite. Ja, oprecht. Misschien wel stiekem wel, hè? Ik hou wel van die horror games, hè? Bro, we zijn gewoon de 1000 kijkers gepasseerd ineens op de YouTube's. Damn, jongens. Shout out jullie. Goed. Dit stuk vond ik volgens mij heel naar, man, vorige keer. Ja. Kakzooi. Nou ja, we moeten het weer doen. Ja, helaas. Ik heb zelf de beslissing gemaakt om dit spel weer opnieuw te gaan spelen. Dan is het nu gewoon tijd voor consequenties. Ja, ik denk wel echt even dat we nu, dat we toch wel heel graag die sniper willen. Denken we niet, chat? Ik heb het gewoon het idee dat we zometeen op een hele grote vis moeten gaan schieten. Christian 43, yo, je bent het strijder. Ga ze door. Jij bent het strijder, Christian. Dankjewel, maatje. Thanks, topper. Ik weet niet, man. Ik heb gewoon het gevoel dat we zometeen op een tyfus grote vis moeten gaan schieten. Nou ja. Maar dit is wel... Oepsie. Dat maakt... Ja, zie je wel. Haha. Ja, ga gewoon rennen, Paupert. Yaldi-di-yaldi-da. Plonk! Plonk! Oh, en dan gaan we nu weer terug. I get it, bro. I get it. En dan gaan we nu daar... Fuck! Dus niet. Dus niet. Kut. Huh? Fucking hell. Ben ik zo stupid? Help. Help. Chat, help. Ik vind dat zo kut, dit. What the hell do I need to do, bro? Je zou toch zeggen dat dit het is? Moet ik daarheen? Moet ik helemaal terug? Het lijkt me niet, toch? Het gaat verkeerd. Nee, please. No, man. Ik wil niet dat het verkeerd gaat, bro. Je zou toch zeggen dat ik daar iets moet doen, of niet? Schiet gele kapot. Pak je hengel. Links gele tape. Waar? Links gele tape. Gele tape, waar ben jij? Doe. Ben ik echt zo stupid? What the fuck? Dit is links, right? Oh, hier is niks, man. Oh, hier. Let's go! Oh. You big mofo. Alrighty, Roo. Let's go. Hey. Chill the fuck down, bro.
Alrighty-roe. Plonk. Shotgun ammo. Oké. Okay. Yes. Het is, ik weet niet wat we hier moeten doen. Plonk. Is dat nice? Dat doet wat. Damn. Dat doet wat, toch? Of niet? Open. Hendel. Stinks. It stinks. Ja hoor. Maakt ons niet uit. Haal die hendel over. Met allemaal madon. Uit. Oké, we mogen door. Wat hebben we hier? Blauw. Uit. Dan gaat blauw omhoog. Is dat nice? Dat is nice. Want dan kunnen we hierheen. Dan gaat oranje omhoog. Uit. Oké, en dan moet blauw weer naar beneden. Want dan kunnen we dus hier snel heen. Right? Was dit de bedoeling? Of zijn we nu de lul? Nee, we zijn dood. We zijn voor het eerst dood gegaan. In een soort van boss fight. Ik wilde oprecht clean sweep. Oké, nou ja, nou is de druk er toch vanaf. Fuck it, nou kunnen we net zo goed gewoon 10 keer doodgaan. Je ging te langzaam, hè? Wat is dit voor... Eerlijk, was dit niet gewoon een glitch, chat? Is een glitch, oké. We zijn nog niet officieel doodgegaan. Let's go. We zijn geglitched. Ja, maar hoe kon dit inderdaad? Dit sloeg nog nergens, hoor. Kom op, man. Als ik nou ook niet eronder doorglitch, terwijl ik precies hetzelfde doe, dan was het oprecht een glitch. Toen ik precies hetzelfde, alleen net liep ik al. En nu niet. Oh, nee. Oké, dus het is oprecht niet de bedoeling dat we het op die manier doen. Oké, dus het was geen glitch, I guess? Was dan... Haha, zo'n random dood. Ja, dat was zo fucking raar. Oké, dat is inderdaad niet wat we moeten doen. We learned the hard way. Oké, check. Dus wat ik dan denk dat we moeten doen... Ben ik dan eigenlijk wel zeker dat is wat we moeten doen. We moeten deze nu activeren. Dan moeten we teruglopen. Dan gaan we hierheen. Right? Of moet je dit gewoon goed timen of zo? Is dat het idee? Zijn we nu ook dood? Ja, nu zijn we ook dood. Ah, dus dit is een soort van puzzel. Je moet het gewoon net zo lang fout doen tot je het goed doet. Check. We got it. Roger that. Roger that. Oké. Sure. Eerst die. Dat moet wel, want andere opties zijn er niet. Dan zal het spel waarschijnlijk bedacht hebben van ja, dan moet je zeg maar deze doen. En tegelijkertijd gaat die dan weg. Wat dan best wel raar is eigenlijk, man. Toch? Is het dan niet... Oh! Ben ik nu ook de lul? Oké, nu heb ik mezelf gewoon basically getrapped. Oh, nee. Oh! Is dit het idee? Nee. Is het niet gewoon die en dan weer snel terug? Is dat hem? That's stupid, bro. Of is dit gewoon raar? Wacht even, want... die kunnen we nog niet pakken, die kleur. Dus we moeten sowieso hierheen. Dus we moeten oranje en blauw tegelijk hebben. Welke hendel zit daarop? Wacht even. We gaan het even fixen, ja? Zit daar een hendel op? Nee. Dat is raar. Jawel. Ja, dit is wel. Ja, zie je wel. Dit is wel het trucje. En dan doen we nu die. En dan gaan we daarheen. En dan gaat deze zakken. Denk ik of zo. Ja, kijk, dit blijft nu. Kijk. Yes! Alright. First try. Right. First try. Let's go. Nee, dat was niet. Helaas, ja. Maar als je nu de stream hebt ingejoined, oprecht, man. First try. We got it. Let's go. You know. Lees je donaties. Goeie. Christian, 3,40 €. Joel, go, je bent de strijder. Ga ze door. Christian. Shout niet aan, maatje. Dankjewel voor 3,40 €. Wilma, 3 €. Denk hier maar eens over na, hoor. Elke wasbeer heeft een staart, maar niet elke staart heeft een wasbeer. En zo is het maar net. En heb ik ook eentje voor jou. Weet je wat het is? Er is meer water dan vis. En als het niet zo was, dan zwommen alle vissen in het gras.
Dat is er ook één. Die moet je ook maar even onthouden. Jari met de 5 euro. Liever klaplongen of kickrollen? Kickrollen. 100%. By far. Harley, 5 euro. Je weet ook dat nieuwe Resident Evil in 2025 uitkomt. Echt? Damn. Dat is oprecht insane. Dat wist ik niet. Dus thanks voor de info. Jorja, 5 euro. Welke kleuren ben jij bij Defcon? Vanavond is bekendgemaakt welke artiesten er zijn op de stage. Ik heb zelf een weekendticket namelijk. Misschien kunnen we even meeten. Ik sta meestal bij de Red. Ja, daar ben ik meestal. Dus ik zie je daar, Jorjan. Show dat naar jou. Scientcat Rio, Jorgoy. 2 Resident Evil streams geleden hadden jij in je chat het over Kabouter Plop. Maar wie is jouw favoriete kabouter? Sowieso lui, bro. Ik relate denk ik het meeste met hem. Ik kan af en toe curieus heel moe zijn. Oké, wat... wat is hier het idee van dan, bro? Want dit is die... Is dat die kleur? Denk het wel, hè? Ja. Dus dan pakken we eerst deze. En wanneer die helemaal omhoog is, dan pakken we die. This makes no sense. Huh? Mijn theorie maakt no sense. Hoe krijgen we die oranje weer omhoog dan? Oh, hier. Oké, dan maakt mijn theorie enigszins sense. Maar ik had het even anders moeten doen. Maar kijk, die moet nu inderdaad ook weer even zakken. Ga maar weg. Ga maar pleiten. Blijf jij staan? Dat zou raar zijn. Nee, ga naar beneden. Juist, heel goed. Oké, dus we doen eerst die. Dan doen we die. En dan doen we die. En dan rennen we voor wat het leven waard is. Ren, 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 ren. Hey, you fat ass motherfucker! Hey! Lelijkert! Zo, wat een jumpscare was dat, bro. What the fuck, ouwe? Ik trok echt de lelijkste back ooit, volgens mij. Daar sta ik al vaker onbekend, dus dat is goed. Rollenbollenbollen. Rollybollybolly. Kunnen we hier niet overheen? Dat zou je zeggen, toch? Ik heb mijn Pieter-diploma, kom op. Let's go, bro. Daken klimmen, dat is scheis. Nope. Alright, well, we go big. Yo, plup, 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 plup. Douw die kar onder water. Douw die kar onder water. Ja hoor. En lopen. En lopen. Ja hoor. Oké. 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 Ja hoor. Ja, ja, ja. Kom maar door. Wat ziek idee. Pleur ook deze kar in die water. Hey, motherboy, shopala. Ik wilde hier gewoon nog even kijken. Ah, is niks. Oké. Nou ja, wedden van wel trouwens. Misschien nu nog even niet. Joehoe. La 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 la. Plonk. We hebben hier explosive rounds. Ah, en is de bedoeling... Wat is de bedoeling? Dat ga ik jullie nu laten zien. Die gaan we... Hebben we mines? Do we have the mines? Yes, we do. Yes, we do. Oké. 1, 2. Ploepedie ploep ploep. Dan lopen we weg. En dan zeggen wij... Abracadabra, plonkemaus. En there you go. En is het gebeurd? Wat willen we hier? Een bordje. Die dikke vis, bro. Ik krijg stress. Hij maakt mijn hoofd moe. Oké, klimmen we die trap op. Oké. En dan? En wat was er toen? Een lava. Pull the lava. Pull the fucking lava. That's cool. Caught myself a big one. Caught myself a big one. Yeah, man. It's the big thing. Oh, ja, maar... help! 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 Hallo? Mag ik eraf? Dankjewel. Pleur op, gek. Halfgare idioot. Wat is dit dan? Hop! Let's go! Hey! Ik lees zometeen een nieuwe donors voor, jongens. Even concentrationen. Codewoord 2, Nitro. Ja. We gaan verder met de stream. Hey! Plonk! Dank je! Hey, een crank. Crank that shit up, bro. Crank that shit up, bro. That's what we need. That's what we want. You know? You can climb up like this. Dat lijkt me logisch. Dus we moeten hier iets schieten. Nee, dat moeten we niet. Help. Help. Ploep. En dan zeggen we de crank erin.
En draaien met die jijs. Draaien met die jijs. Draaien met die jijs. Come on. Hoppakee. En dan hebben wij hier helemaal niks wat ons kan helpen. The door is warped and it won't open. Dat is super, man. Dat is sick. Waarom kunnen we hier nu verder niks? Oh. Aha, aha. We got it, we got it. Let's go. Ja, 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 ja. Vinny, 11 aan een lid, bijna een jaar. Subgifted sub van de strijd en subgifted steen, bro. Jij freewheelt al gewoon 11 maanden een sub door de gifted subbers. Dat is sick. Dat is insane. Shout out aan alle mensen die gifted sub hebben gegeven. Wat moet ik hier doen, bro? Ik ga een kabel aanhangen of zo? Hey, het is toch echt zo ook? Let's go! Hesje zo, lalilo! Let go! Crank the shit up, bro. Well, that was easy. That was too easy. Nee, was niet. Was niet too easy. Maar was wel leuk. Ja, man. Was lachen. Nice adventure with the big fish. You know. Nice adventure with the big fish. You know. Fucking hell. Silent Cat, 3 euro. Yogoi, die hadden we al gehad. Kevin, 3 euro. Twee dingen. Feit is er meer land onder water. Misschien een ander laadscherm voor de Horror Donderdag. Hele goede, Kevin. Ik moet dat nog steeds laten maken door een designer. Want zelf kan ik dat niet. Maar een designer wel. Still needs to be fixed. Je hebt helemaal gelijk. Yari, 5 euro. Wat vind je van een nieuwe RAL? Je bedoelt een nieuwe RAL muziek. Bam, bam, padadadam. Let's go! We hebben een sub van Turtle Cookie. Twee maanden sub, dankjewel maatje. Thanks voor de 2 maanden. Nieuwe RAL, ja, ligt eraan. De ene artiest vind ik wel hard, de andere niet. Dat is een beetje om het even eigenlijk. Thanks voor de 5 euro. Tijd met 3 euro. Wanneer we in... Muik! Bij deze, hele subtiele. Christian, 5 euro. Yo, ik vind je streams zoals dit geniaal. Ga ze door, ik doneer nu niks meer, want alles is op. Christian... Shout out, broeder. Doneer alleen wat je kan missen. Als je het wil, als je 18 plus bent. Je kent het hele verhaal, was dat allemaal in de beschrijving. Die disclaimer. But I just wanted to say, you know. Fucking hell. I mean, I fucking appreciate your donation. But you just don't need to do it. You know. Only do it if you can miss it. Fucking hell. And if you're 18 plus, you know. Alright. Well, fucking hell. With that being said, let's continue the storyline of Resident Evil 8. Better known as Resident Evil Village, for fuck's sakes. This game is giving me fucking goosebumps, man. Holy shit. It's ridiculous. Hey, trouwens, we kunnen nu deze shit cranky wanky doen. En dan gaan we eens even kijken wat dat oplevert. Is er genoeg tijd om even een plaspauze te houden in verband met codewoorden? Ah, dit vind ik een goede vraag, meneer Tubby. Ja, man, speciaal voor jou. Ik zal nu geen codewoord droppen. Oké. Nee, dat ga ik niet doen. Open the sluice gate. So, equals the windmill... Is aan het draaien, you know? Windmill is doing shoeshoep. Shoeshoep. Dus dat is goed. Dat is goed. Moeten we hier dan weer naar beneden? Weet ik eigenlijk niet. Laten we hier eens even boven kijken. Ja, di da di da. La li 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 li. Hey, we zijn nu weer terug bij het begin. Want we hebben nu de crank. And because we have to... Crank? Wat is hier gebeurd, bro? Was het hier al zo grimmig? Oh, ik heb gewoon een andere deur gepakt. Ah ja. Is Hollebolle Gijs nog steeds? Ah, oké. Okay, dan chillen we. Dan chillen we, bro. Dan is er weinig aan de hand. Zolang HPG in de buurt is. Hollebolle Gissa. As long as Hollebolle Gissa is in the crib, we good. Oké? Okay? We good. We chilling. We fine, mean. Knoppen kunnen we nu indrukken. Maar ze staan nog niet goed. Waarom staan ze nog niet goed? Oh, ik kan ze veranderen. Aha. Ploep. Ploep, ploep. Ploep. Hé joh, die. Ploep, ploep. Money! Here comes the money! Keutelboer met de 1000 bits! Let's go, Keutelboer. Daarmee heb je de hype train officieel laten vertrekken. Dus dames en heren, als jullie nog niet ingecheckt hebben, doe dat nu snel. Want de hype train vertrekt officieel. Laten we zeggen, met een paar seconden. Met een paar seconden vertrekt de hype train.
You know what you gotta do, right? You know what you gotta do. Hey, maar wat ik me dan afvraag... Oh... Kijk, we zijn wel dom, maar niet slim, hè? Die zwarte, die kennen we natuurlijk niet oplichten. Dus met andere woorden... Dit is het figuurtje wat we moeten maken. Dit is het figuurtje. Ah, kijk, 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 kijk. Bloep. En dan dus even spiegelen. Dan moeten deze twee dus blauw zijn. Want deze moet... En dan moet deze wit en... Blablabla. Zo, dat is raar om dit zo te doen. Ja, there you go. There you go. Easy. Want die zwarte, dat was ons referentiepunt. En dan kunnen we nu de level overhouden. 100 bits van Jeffrey! Jeffrey, dankjewel, topper! Appreciate it, man. Zijn we ready voor het hendeltje ploep ploep andere kant op? Of niet, chat? Is dit soort van de lava voor de hype train? Om hem in de volgende versnelling te gooien? Volgens mij wel. Want de hype train is inmiddels level 2. Dus daar gaat hij. Komt hij. 1, 2, 3. Ploep. Gooi die dam open. Kijk eens. Oh. The beast. The beast is coming. Gaat de beast nu gewoon dood? Find the way out. Met alle liefde. Met alle liefde. Ik hoor een eng geluid. Nee. Nee. Stop. Stop. Brrr. Bjorn, 3 euro. Joh, wat denk je dat Nederlands elfte gaat doen op het EK? Ik durf niet te zeggen, man. Ik haat dat, omdat ze voorspellingen te moeten doen. What the fuck, bro? Oh, ik snap het idee. We hebben hem droog gelegd. Want hij heeft nu geen water meer om in te zwemmen. Hallo. Danny de Vipa met de 500 bits. Let's go. Thanks voor de 500 bits, broeder. Kom op, man. Hype train level 2, man. Een platfoot en hype train level 2. Op Twitch. Geweldig, man. 1000 bits was next level love, man. Van Keutelboer. Massive shout-out, Keutelboer. Massive shout-out. Danny de Vipa. Lij, bro. Ik vind het een beetje spannend, jongens. Ik vind het een beetje spannend. Ik heb het idee dat ik zo meteen met een... met een groot monster moet vechten. Waarom niet hier vandaan? Gewoon net door de lucht. Rick Balletik! Met de 25 euro donatie. Lekkere live weer, Rick Balletik! Shout-out naar jou, broeder. De Dono Legend van de vorige Resident Evil livestream. Ik ben je niet vergeten, maatje. Een van de trouwste kijkers die er is in de scene. In mijn community dan in ieder geval. Rick, shout-out naar jou. Deze 25 euro mag ik een hype in de chat van mijn fucking broeder Rick houden. Let's go. Secret Hunter met de sub. Alweer niveau 3. Damn, gast. Wat? Hij heeft zich geabonneerd voor 1 maand op niveau 3. Dat is de lijfste sub die je kan nemen. En is nu al 5 maanden sub. Secret Hunter, shout-out naar jou, broeder. Jeffrey met de 400 bits. We gaan een tikje sneller. Ja, die trein gaat weer in de volgende versnelling, jongens. Level 2 is complete. En level 3 ook alweer bijna van de hype train. Dus Twitch going crazy, bro. Fuck, Twitch going crazy. Let's go, man. Thanks, chat. Holy fuck. Oké. Hallo. Dit is zo'n punt dat als je er eenmaal ingaat, dan kan je niet meer terug. Dit is zo'n punt. Wat een bullshit. Ik nam gewoon de moeilijkste route. Dat zo al nodig was. Dat is de. October 1, a sunny day. Mother Miranda brought me 5 people from the village, just like I asked. Estetut? Is dit een ding, chat? Estetut? Is dit de verleden tijdsvorm van S? Hoe je dat moet schrijven? Ik geloof er niks van. Keutelboer met de 400 bits! Dankjewel, maatje. Let's go! Hype train nu op 95% van level 3. Dankjewel, broeder. Je kan toch niet? Anyways, I will just continue my story. I made them sleep with some liquid and then I put cadu in their tummies. I'm looking forward to the cadu to grow in their tummies. October 2. It was a cloudy day. 4 of the people from the village are dead this morning. One is almost a leaking.
I sent it to my lab on the mountain. I filled again Mother One's strong vessels, but I could not get any. I will need more people from the village. Oké, iemand die grimmige onderzoekjes aan het doen is en mensen hun magen vult met... met wat? Wat was het ook alweer? Kaboe. Met kadoe. Kadoe, sorry. Niet kaboe, maar kadoe. We went from the kaboe to the kadoe. Ik ben vandaag zo fucking droog. Ik weet niet wat het is, hoor. Maar dit is de mood die ik eigenlijk elke stream gewoon wil hebben, snap je? Oh, man. Waarom heb ik de fucking hate uit een melding van een of andere Leroy die een of andere gare game aan het spelen is, bro? Flikker op. Laat ons lekker met rust. Hey, high capacity Mac. Oké. Oh, alrighty, room, my man. Let me see. Equip a party on my pistola. Hoppa. Kaboe-kadoe. Kaboe-kadoe. We went from the kaboe to the kadoe. And now let's see what can I do for you. Grimmige locatie. Oh, fuck, nee. Deze was zo kut, deze boss fight. Ik weet dat ik dat zeg bij elke boss fight, maar deze was echt heel kut als deze. We better make some fucking mines. We better make some fucking mines. You know, because I just know we fucking need it. We gotta need the mines. We need the fucking lot. Probleem is, you can't even make fucking mines. Wat? Hoe dan? Oh, we hebben wel deze dingen. Oké. De pipe. Oké, dan, Rick Ballentik. Ja, ja, traditiegetrouw. Gaan we gewoon even staan, man. Ja, ja. Rick Ballentik met de 50 ballen. Die zegt... Mr. GTA is wel met die onhandige ip die er geen zak van kon. Wat bedoel je met kon? Hij kan er nog steeds geen reet van. Thanks voor de 50 euro, Rick. Dankjewel, broeder. Mag ik een hype in de chat van mijn maatje Rick Ballentik, die weer de Dono Legend is van deze stream. Met inmiddels al 75 euro in totaal. Holy fucking shit. Geef hem de hype in de chat die hij verdient, ouwe. We hadden ook nog 400 bits van Jeffrey. En we hadden ook nog 400 bits van Keutelboer weer. Damn, boys. Dank jullie wel. Danny the Viper trouwens ook nog met de 500 bits. Jeffrey nog met 100 bits. Keutelboer nu weer met de 1000 bits. Plopper de plop, zegt hij. Plopper de plop. Jutveren, pielekes. 1000 bits. Mag ik een hype in de chat ook? Voor mijn maatje Keutelboer, die ook even zit te smijten met die bits alsof het warme broodjes over de toonbank zijn. Gjutveren, pielekes, dankjewel. We zitten ook nu in de volgende versnelling weer van de trein. Level 3 is complete. Zitten we waarschijnlijk nu... Lijkt me logisch. Zitten we nu waarschijnlijk in level 4, Roy. Dat klopt. Ja, level 4 van de hype train. Let's fucking go, man. Oké. Dus hier, yo maatje, hoe gaat het ermee? Veel succes met de stream. Love naar jou, maatje. Love naar jou, Dutch. Gaat goed, broeder. Hoe is het met jou? Oké. We gaan die pipe bombs even equippen. Want die gaan we nodig hebben. Ja. I will promise you that. Maar, ik denk die sniper ook. Oké, jongens. Yes, yes. Joepie de poepie. Joepie de poepie. Nou, het wordt 10 maatjes. Die zegt 10 maatjes freewheelen. En al 4 jaar elke dag. Nou, let's go, bro. Let's go, man. Oké, chat. Zijn we ready? Zijn we ready? Zijn we ready for the point of no return? Alright, well, here we go. This is the point of no return, motherfucker. Help. Oh, hey, dat feit dat we sniper ammo vinden, dat verklapt een heleboel. Naar mijn mening. Maar... Oké, dan, bro. Moeten we ook nog dingen slopen? Boom! Fuck jou, motherfucker. Was die mis? Fucking hell, ik ben scheef, bro. Damn, mis alles. Boy. Boom! Motherfucker! Boom! You want some more, bitch?
You want some more, huh? I will get you more! There you go, bro! You want some more, baby? Alright! I will fucking get you some more, bro! I will fucking get you some more! Of that shit! Hey, what the fuck is dit? Hij kotst over me heen! Pleur op, pleur op, pleur op! Hey, bro, hey, hey, what the fuck is dit? Yo! Huh? Oké. Jongens, we hebben gefaald. Moet gewoon bekennen, man. Moet gewoon bekennen. Bro, what the fuck ging daar mis? Wat was dit? Was in één klap dood door kots. En die stinkt. Bounty. Hier, bounty. Hier, bounty. Jut! Boom! Keep smiling, ladies and gents. Oh, la 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 la. Oh jee. Ga je nu barven? Is het time to barf? It's time to barf. Oké. We hebben gewoon even naar hem moeten kijken nu. Misschien kunnen we dan ontkomen aan de barf. Moeten we gewoon onder een afdakje staan? Is dat de cheat? Oh. Is het zo makkelijk? Nou. Leuk hoor. Hey. Spring er maar weer vanaf, bounty. Dikke papzak. Bro, ik heb niet de hele dag de tijd, ouwe. Kom maar vier. Ja hoor. Ja hoor. Oh, oké. Ah, dat was lijp. Goeie move. Boom! Let's go, hè. Ik hoor weer bits, volgens mij. Ik lach wel, maar ik heb geen pipebombs meer. Please help! Please! Sniper! Let's put the fucking sniper right there, right now, you know. Okay. What you want, what you want, what you want. Dollar signs gonna give them what they want. Kom maar, kom maar! Dikke papzak, bro! Ja, moeder! Hij gaat barven! Help! Fuck! 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 Nee! 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 Bro! Ik wilde dood. Dan kan ik even de donaties doen. Dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. Chat. Shit! Ik val door de mand. Ik wilde gewoon even de donaties voorlezen. Dat is waarom we dit deden. Dus, even kijken. Een keutelboer met de 1000 bits. Dankjewel nogmaals, broeder. Strijdert 010 met de 10 euro. Lijpe stream, bro. Ik hou van dit soort horror streams. Strijdert 010. Shout-out niet aan, maar ik tekst voor de 10 euro donatie. Keanu met de 25 euro. Goed bezig, maat. Groeten uit West-Vlaanderen. Groeten terug, maat. Je mag een hype in de chat voor Strijdert. Sorry. Nou, mag ook trouwens ook voor Strijdert 010. Maar zeker weten voor Keanu met de 25 euro donatie. Holy fucking shit, bro. Damn. Dan hebben we nog Jona 3 euro. Ik wil even de vraag. Moet ik een 100 euro dono doen? Ja of nee? Jona, ik zeg altijd. Doe het alleen als je het kwijt kan. Alleen als je 18 plus bent. En de beslissing is helemaal aan jou, bro. Het zou natuurlijk insane zijn. Maar ik zou nooit aan iemand vragen of je een dono wil doen. Nooit. Dus dat ga ik nu ook niet doen. Maar ik appreciate wel je dono die je nu al hebt gedaan. Dus Jona, sowieso. Daar vooral voor die 3 euro. Dikke shout-out naar jou, bro. Keutemoer met de 100. Sorry, 200 bits. Dankjewel, maatje. Dan hadden we nog Robbo met de 10 euro donatie. Ik heb even een leuke. Gisteren zoveel gegeten dat ik eigenlijk een vernietigende recensie wil schrijven. Maar blijf toch je vrouw, hè?
Damn. Oké dan. Thanks voor de 10 euro donatie, maatje. Rick Balletik, 10 euro onder het afdakje staan voor die zure kots van die kotsende gek. Ja, daar zijn we inmiddels achter. Maar ik kon net geen afdakje vinden. Helemaal fucked up, bro. Wat een paupermonster is dit, joh. Holy shit. Vooral ook omdat één keer kotst hij over je en je bent gelijk dood. Je bent gelijk dood. Wat is dat dan? Het staat nergens op, bro. What the fuck? Het staat echt helemaal nergens op. Nou, anyways. Hebben we nou ook nog een 50 euro superchat van Steven? Goedenavond, ik ben terug van weg geweest. Topstream. Holy damn, Steven. Hij komt zometeen als het goed is nog in beeld. In de stream. Maar omdat de superchat is, duurt het altijd iets langer. De donaties via Tippiestream, dus via het linkje in de beschrijving, Steven. Speciaal voor jou. Die komen veel sneller in beeld. Dus, nou ja, wellicht. Als jij nog voor de volgende keer denkt, ik doe een donatie. Dan zou ik je aanraden om het via Tippiestream te doen. Komt gelijk in beeld. Maar ik wil je nu alvast bedanken voor de 50 fucking euro. Mag ik een hype in de chat voor Stefan van Langenhof met de 50 euro donatie. Die als het goed is dus zometeen nog in beeld gaat komen. Maar je ziet het, Marijn, die heeft nu gedoneerd via Tippiestream. En die komt eerder in beeld dan de 50 euro van Steven, terwijl die al veel eerder is geweest. Marijn, 3 euro, waarom heb je na 2 jaar nooit de laatste aflevering van Resident Evil Village geüpload? Ja, dat is een goede vraag. Het antwoord is in ieder geval dat ik het nu wel ga doen. Daarom zijn we hier nu. Met de streams. Dus we gaan het nu wel uitspelen. Alright? Is dat een goedmaker? Wel toch? Wel toch. Oké, let's go, man. Kom op. Ik ben er nou klaar mee met die pauwpet. Jongen. Dit nou, man. What the fuck is dit nou, man? Hey, man. Hey, trouwens. Ik moest wel veel meer damage mee. Veel meer damage. I guess I gotta do this. Fuck! Dit is echt zo'n kut idee, die sniper. Wow, wat was dit een kut idee. Daar is die, de 50 euro van Stefan. Nogmaals, dankjewel broeder. Maar zie je hoeveel later die komt? Ik zei, daar komt nog in beeld, alleen het is gewoon heel veel later. Dus ik zou eigenlijk in alle tijden iedereen die wil doneren aanraden om het via het linkje in de beschrijving te doen. Of op Twitch gewoon op een van die panels klikken van doneren. Dan komt je donatie het snelst in beeld. Goed, veiligheidje. Man. Oh man. Joep. Omgeving, want hier zijn we gewoon safe voor die barf de hele tijd. Ik kan een landmijn ook neerzetten, die doen meer schade. Hebben we die nog dan? Nee, man. Hey, ik heb trouwens ook nog dit ding, hè? Die moet ik gewoon op zijn bek schieten. Pistola. Die doen we ook gewoon. Ja, uitgebarfd. Ah, het is top. Ja, we weten nu waar we dat afdakje hebben. We kunnen nog daarheen. We hebben gewoon alles waar we dan heen kunnen. Lalalala. Hey. Shortcuts. Hey, we hebben nog één pipe op. Laten we die nou eerst gebruiken. Come on, motherfucker. Come on, then. Fucking manken. Come on, then. Shortcut naar onder. Hij weer omhoog? Oh, nog niet.
mezelf over mijn eigen landmijn heen gelopen? Is dat wat nu is gebeurd? Dat zou echt heel dom zijn. Even kijken. Hebben we nog iets wat we wat mee kunnen? Nee, hè? Nou, we kunnen hier explosief. Let's go here, motherfucker! Kom maar. Mis, bro. Je barft mis. Je bar voelt me heel weinig. Zo, hè? Are you there, bro? 1, 2, te veel gechapt in 3, 2, 1. Ik basically naar Mackie all the time. And there he goes. Bye. In death as he was in life. Disgusting. Okay, nu valt alles looten. First try, let's go. Wat is dit, guy? Je bent 2 keer doodgegaan. Klopt, sorry. Maakt een grapje. The exit's up ahead. Nee, daar gaan we niet heen. Ik wil eerst nog even looten. Looten. We hebben alles al. Dat kunnen we waarschijnlijk niet op deze manier zien. So, let me see. If I have all the loot. Grenade launcher was back. Eindelijk, bro. Echt. Belletje ging eigenlijk even net iets te laat rinkelen. Dat we dat ding nodig hadden. Die granaat launcher. Ik wil gewoon even zeker dat we hier alle loot hebben. Want hier komen we natuurlijk niet meer terug. Deze locatie. Codewoord. Codewoord nummer 3. Acer. Hebben jullie al een beetje door welk ritme we aan het aanhouden zijn? We hebben nu 3 codewoorden gegeven. Ik ga ze niet herhalen. Ik heb ze bewust 1 keer gezegd. Even kijken hoor. Steven dus. En toen hadden we Jonah 3 euro. Ik heb het wel. Maar ik ga er even over nadenken of ik je 100 euro ga geven. Helemaal goed, Jonah. Ga jij er even over nadenken. Yo, dankjewel, broeder, voor de 3 euro. Robba 5 euro. Heb je nog een leuke vrouw als ertessoep als ze begint te pruttelen moeten voorstellen? Wauw. Thanks, Robba, voor de 5 euro. Kiano 5 euro. Dit is voor de plopkoeken. Best koekjes nog altijd zot van. Ja, is lekker, man. Is echt top. En hebben we nog 20 euro voor Rick Ballet. Ik heb gelijk geen trek meer. Tering zeg. Ja, bro, dit is lijp, hè? Damn, ouwe. Dit was echt een volgevreten hok, ouwe. Deze guy is gewoon net zo lang gaan chappen tot hij denkt, wanneer spat ik toch een keer uit elkaar? Nou, dat gebeurt natuurlijk vroeg of laat vanzelf. Ja, daar hebben we natuurlijk flink wat te verduren gehad. Te verduren. Volgens mij hebben we alles hier gecheckt, of niet? Zijn we hier ook al geweest? Ja, we lopen rondjes. We lopen alleen maar rondjes. Rondjes. Loop alleen maar rondjes. 5 gifted subs van Steven! Daar zijn ze! Ja, ik zag ze al in beeld komen. Steven, thanks voor de 5 gifted subs, broeder. Op de YouTube's. Dankjewel, maatje. Let's fucking go. Let's go, man. Willen we dit craften? Nee, niet, hè? Nee. Be good. Gaan we gewoon weer op deze zetten. Ja, dat doet hij dus bij YouTube. Bij elke gifted sub komt gewoon in beeld. Hoe lijp is dat? Echt heel ziek. En ik kan het gewoon niet uitzetten. Alright. Well. Huh? Hey. Kadoe. We went from the cadeau to the kaboo. Alive? Het ziet er wel naar uit. My man. Wacht. Waarom staan we zo lang te kijken, bro? Zo. Hey, that's a key. Aha. Nu hebben we de 6-winged key.
Okay, you're better off than I thought. Heisenberg! Who's that? Hoard him. Oh, come on. We just met a while back. Not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? Heisenberg. You've got fight. I'll give you that, Ethan. Heisenberg. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? But don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. Okay. Kadu. Kadu, kaboo. Alright. Hier troffen wij dat dikke monster aan. Dat was hier. Toen stond hij hier zo te chillen. Toen hadden we die flask afgepakt. Ja, ja, ja. Oké, okay, ik weet alweer waar we zijn, hè. Ik zie het alweer allemaal. Ja, ik zie het alweer allemaal, hoor. Oké, okay, dan jongens. Nou, we kunnen veel te scofferen in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. Let's go. Let's go, ladies and gents. Tering, wat is het trouwens weer een leuke stream. Het is zo gezellig in de chat, zowel op YouTube als op Twitch. En dat komt simpelweg doordat er zoveel mensen kijken die ouder zijn dan 18 jaar. En gewoon hier komen om te chillen. To have a good time. 883 mensen op YouTube. 158 mensen op Twitch. Dank jullie wel allemaal voor het kijken naar deze stream. Dat doet me deugd. Dat doet mij deugd. Dat het zo fucking gezellig is. Chat is tering leuk om te lezen. Gewoon alles wat ik zie is gewoon geinig. Is mooi. Dus dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. For making this night epic. Daar kunnen we nu omhoog. Vraag is of we dat al willen. Nee, willen we niet. Want hier is nog iets. Wat, we kunnen... wat is dat uitroepteken, hè? Dat vraag ik me echt nog steeds af. And I still don't fucking get it. Maar ja. Want we gaan nu weg, toch? Zwaar. De labyrinthpuzzel. Uitroepteken is buiten, boven. Oh. Is that the fucking reason? Nou, ik wil het nog wel even checken eigenlijk, als het kan. Ja, dat kan nu gewoon, dus dat scheelt. Oh, en dan zijn we weer hier. Ja, 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 oké. Okay. Chillste community by far, bro. Echt. Facts. My man speaking facts. Suit, suit. Hey, besef het door deze bounty gewoon. Hoe vaak is het doodgaan? 3 keer? 4 keer? En dan in 2 verschillende soort van bossfights. Hoe dan, bro? Dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. Maar ja, het is wat het is. Let's go. Crank the shit up. Crank that shit up. Zo, kijk hoeveel bullets we hebben voor die pistola. Ja. Yeah. En die pistola kunnen wij wel een tijdje vooruit. Ik trek nu de derde despo open. Hashtag leven de donderdagavond. En zo is het, Lukrof. Let's go, maat. Doe heel eventjes niet met je mee. Omdat ik heel eventjes weer echt lekker in mijn dieet zit. Dus het zou zonde zijn als je weet dat ik vandaag gegeten heb. Echt geen reet. Om dat dan nu te verneuken door Despers achterover te keilen. Maar ik zou er wel echt zin in hebben. Oh. Ja. Heel misschien straks 1. Maar dan ook echt 1. Dan geniet je er het meest van, toch? Als ik 1 despootje doe, chat. 1 despo. Wordt die gegund door jullie. 1 despo. 1. En dan moet ik het echt daarbij... Dan moet ik gewoon mini-slokjes nemen. Wat gebeurde daar? Genoompje, lid voor 5 maanden. 5 maanden, bedankt Steven. Let's go, gast. Thanks, broeder. Voor de 5 maanden alweer. Er is er vaak elevator. Oké. Nee, alleen 2. Die zijn ook erg, jongens. Fuck you. Wel gelijk, eigenlijk. Oké. Okay. Well, we back. We fucking back. Nu kunnen we hier wel heen, want nu hebben we eindelijk de crank. Crank that shit up. Crank that shit up. Op 1 been kende niet staan. Oh, jet, wat een pilletjes, man. Je kan als je de challenge is voltooid in de store via menu unlimited ammo kopen. What? Dat
zou toch veel te overpowered zijn? Waar gaat het heen? Heb je een lock? Stond toch first go back to the graveyard? Of niet? Maar oprecht. Er stond toch first go back to the graveyard? Weet ik vrij zeker. In de graveyard. Ben ik dan wel even benieuwd wat de fuck daar dan is. Hebben we deze weather setting al eerder meegemaakt hier? Nee, hè? Lijp. Hey, zie je wel? Mijn stem sloeg er helemaal van over. Excuse me, de patouche. Maar ik zei het je, this way, we moeten terug. Naar de graveyard. Ik heb geen zin in jumpscares. Heeft hij dit nu serieus gebarricadeerd? Of was dat al zo? Wat stond er nou? This way, papa. Oké. Okay. Nou, zie, dit is de graveyard. Gaan we hier een grimmige bedoeling aantreffen? De goat! Let's go. Meat! Meat for the boys! Meat for the boys! Dit was al open. The show must go on. Ah ja, daar kunnen we inderdaad nu heen. Ja, dat klopt. Oh, is dit de stronghold of zo? Want dan moeten we eigenlijk wel eerst die andere kant op. Ja, dit is denk ik. Ik schrik me de pleuris, bro. Oh mijn god. Rick, balletik met de 50 euro. Ga nu terug, daar ligt een heel goed wapen. Rick, je bent een held. Let's go. 50 euro donatie om mij even een hele belangrijke tip te geven. Mag ik een hype in de chat? Voor Rick Balletik, weer de absolute top donator van deze livestream. Rick Balletik, dankjewel, broeder. Holy shit, gast, dankjewel voor de 50 euro donatie. Pepino Dry, 3 euro zijn we weer. Een grap, inderdaad, boven de 18. Fijne avond, vriend. Jij ook, maatje. Dankjewel. Thanks, broeder. We gaan inderdaad terug, want volgens mij is dat inderdaad zo. Ik ga terug, je mist een wapen. Let's fucking go, chat. We gaan erheen. We gaan erheen. He is back, inderdaad, man. Rick is back, gast. Rick is back. Holy damn. Lisa, als iemand een positief bericht stuurt in caps lock, zoals dit. Dit was een heel positief bericht in caps lock. Hoef je het bericht niet te verwijderen. Ik snap dat je het doet, want het komt over als spam. Maar ik zeg altijd, positieve spam. Met bijvoorbeeld allemaal in caps lock en zo getypt, hoef je niet per se te verwijderen. Dan is iemand gewoon hyped en dan vind ik dat eigenlijk alleen maar leuk. Alleen als iemand gewoon zit te kutten en ook nog eens in caps lock. Hey, dan mag je toch wel er wat mee doen natuurlijk. Dan mag je er wel wat mee doen. Goed, let's go. We gaan even terug, inderdaad. Ik had al het vermoeden dat we dat moesten doen. Maar door de donatie van Rick weet ik het zeker. Dus here we go. Maar ploem. Vogels. Dat zijn vogels. Hallo. Explosive rounds. Hey, wat hoor ik? Oh, daar. Kut, wij hebben een sniper nodig. Bloep, 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 bloep. Ah, fuck. Even stilzitten, bounties. Een sniper gewoon uit de lucht kan natuurlijk wel. Jij bent dood, hij staat niet meer op. Hoi. Easy. Hey, ik weet waar we die kunnen gebruiken. Dat is nice. Oké, moet ik even onthouden dat ik die heb gevonden. Want ik weet oprecht waar ik die kan gebruiken. Ah, daar. Wacht even. Alles in het huisje? Nee, nog niet. Nee. Wat ligt er dan nog? Oh, hier. Sniper rifle ammo. Kijk, would you look at that. Let's go. Je kan nu die brug ophalen, klopt. That's fucking nice. Een herpie.
Ik kan me niet heugen dat ik hier vorige keer ben geweest, man. Waar ik nu ben. Gewoon in de zin van... Toen ik de video's nog... deed. Hey joh! Hey, what the fuck, bro? Nee. Dat was oprecht een surprise attack. Daar hadden jullie me, man. Well done. Ik ben niet meer heel vaak in het spelletje. Dat ik echt even gepakt word off guard. Want dit was een momentje. Van de andere kant. Hallo? Surprise! Modern Miranda gave me a mountain, now I can do lots and lots of Kadoo experiments. This is my secret special laboratory. I did three Kadoo experiments today, but they all went pop and made a mess. I put in the Kadoo, and then I tried putting wolf blood from a needle into the spine. The person wriggled a lot and then killed my assistant. I could not hold it down, so I put it in the cage. Now I have to feed it. Oh damn, what's inside the cage? Oh... Oeh, zie je wel. Ik ben hier niet eerder geweest, want deze revolver heb ik nog nooit eerder in mijn klauwen gehad, hoor. Hey. Let's fucking go, man. Waar ben je dan? Oeh, damn. You should look at that, bro. Dat was wel een kommetje. Ja, die was fucked up. Later, bro. Later, my guy. Wat heb ik jou geshit. Oh, wat heb ik jou geshit, ouwe. Poeh. Nee, zie, ik ben hier niet eerder geweest. Dat is nu wel even leuk aan het opnieuw spelen van deze jazz. Dat ik zo ook weer nieuwe dingen ontdek. Let's go. Ja, man. Hier kunnen we zeker op, of niet? Nou, dat we vanaf de andere kant moeten gaan, denk ik. Oké. Okay. Anyways, daar ligt ook nog wat. Kijk eens even, Crystal Wing. Altijd lekker, kunnen we verpatsen voor centen. En we kunnen dus ook hier lopen. Daar hadden we dus de andere route gepakt. Komt op hetzelfde neer. Oké. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Oké, okay, dan gaan we die kant op. De revolver is het sterkste wapen. For real? Damn. Oké okay dan. De revolver is de sterkste Ganu. Out of nowhere. Dan hebben we gewoon de sterkste Ganu in de game. Dat is dik. Ga terug dat balletjespel doen. Gaan we doen. Ik weet inderdaad ook precies waar we dan heen moeten. Even kijken of we deze shortcut nog kunnen pakken. Ja, dat kan. Is dit de shortcut die ik bedoel? Excuse. Excuus. Dan moesten we hier ook niet heen. Wel, trouwens. Jawel, wacht even. Hier kunnen we nu wel heen. Daar kunnen die kippen killen. Dat willen wij. Hoe komen we hier? Hier willen we heen. Hier kunnen we, daar kunnen we nu ook heen. Maar hoe komen we daar? Even denken, nu we er toch zijn. Is er helemaal omheen? Wat denken, bro? Is dat zo? Ja! Ja, 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 ja. Kijk, now we can enter. Now we can fucking enter. Zie? Helemaal voor dat wapen is zeer zeldzaam. Yassine, goeie call, bro. Goeie call. Laten we hem dan gewoon nu niet wielden, man. Laten we het gewoon niet doen. Laten we hem alleen pakken op het moment dat we echt lijpe bossfights hebben en shit. Snap je? Dus dan gaan we nu gewoon deze... Oh, oh ja. Laten we nu gewoon deze pakken. En dan wil ik nu even mijn mes pakken. Want we gaan kippon killen. Dus dan kunnen we het nu het beste even zo. What's up, bro? What's up? Hey. How's that? Hebben we het nou al opgepakt of wat? Waarschijnlijk wel, toch? Ja. Uit. Maar ja, we hebben ook nog vis nodig. Waar de fuck zijn die vissen, bro? Verder niks hier? Nee. Want vis hebben we nodig zodat we dat ene recept kunnen maken. Dat hebben we nu nog steeds niet.
Helemaal gaar. Oké. Okay. Burp. Oké, deze route zocht ik. Deze route zocht ik. Ga je laten zien waarom. Ik ga je laten zien waarom, jongens. Boom. Dames en heren. Codewoord nummer 4. Muis. Goed. Holle gijs. My apologies. No worries, man. No worries. No fucking worries. Kijk, deze willen we niet. We willen deze. Maar dan hebben we 4 vissen nodig. Zo'n bullshit ook gewoon. Oh my god. Oh my god, bro. Till next we meet. Now we can, misschien. Rick Ballantik, 25 euro. Je gebruikt die kogels voor gevaarlijke momenten. Er zijn weinig kogels voor de pistool, dus let daar goed op. Rick, appreciate it, bro. Gaan we op letten. Dankjewel. Mag ik een hype in de chat weer van Rick Ballantik met een 25 euro donatie? Dat is insane. En Michiel met de 2 euro. Jogo, ik geniet echt van je streams, maatje. Shout-out naar jou, broeder. Appreciate it, man. Oké, okay, we gaan nu gewoon even lekker het spelletje even een beetje chill spelen. Net lijpe bossfights gehad. Ik weet dat we hier bijvoorbeeld eens heen kunnen. Met de cranky wanky die we nu hebben. Would you look at that. Let's go. Vis bij die brug waar die crank moet gebruiken. Ja, zie je wel. We hebben ook gewoon die fucking vissen nodig, man. Kijk. Hé, dan kunnen we het bootje pakken. Oeh. Aha, sniper rifle ammo. Let's fucking go. Bloep. Hold on. Hold the fuck on. Gaan we hier vissen kunnen halen? Dat zou nice zijn, want dan kunnen we die volgende recipe fixen. Fixen. Nice. Damn, bro. Kom van mijn gevoel op allemaal locaties waar ik nog niet eerder ben geweest. Dit spelletje kennen we. Namelijk. Zo. En zo. Op. Give me your shit. Give me your shit. Je hebt geen shit. Oh. Hoe ben je zo waardeloos, man? Heb je wel wat? Nog niet. Damn. Worthless pieces of shit. Cash! Damn. Wat een loot. Sick. Heb ik dit echt... Ik kan me ook niet heugen dat ik dit heb geopend in de video's. Zag je wel. Dat is wel chill aan die shotgun, dat je ook knockback doet. Zombie in de fik zetten en naar de deur brengen, Roy. Zombie in de fik zetten en naar de deur brengen, Roy. Oh, fuck. Did I fuck it up now? Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Kom. Juist. Jullie zijn smart, chat. Jullie zijn smart. Damn, bro. Oké, dan. Shout naar jullie, chat. Holy damn, shout naar jullie. Dit vind ik lijp, bro. Dit heb ik 100% in de video's namelijk niet gedaan. Dus dat vind ik een echt oprecht een leuke ervaring. Om dan nu dingetjes te hebben en te doen die we in de video niet hadden. Hé, hey, die Magnum ammo inderdaad. We hebben maar weer 1 kogel gevonden. Dus dat moet inderdaad wel heel zeldzaam zijn. Damn, bro. Maar de treasure is nog niet geopend, staat er. Huh? Kan dat nou? Oh jawel, nu wel. Uit. Damn, man. Ziek. Ja, dit vind ik heel ziek. Ja, heel ziek.
Thanks, chat. Wow, wat is dit een grimmig plekje. Heel grimmig plekje. Gelukkig hadden we nog één zombie, man. Waardoor we dit konden doen. Damn. Ik dacht echt, kut, we hebben het verpest. We spant er geen één meer in, maar toen hoorde ik er toch nog eentje. Crank! Crank that shit up! Crank that shit up! Ladder? Je kan die ladder op? Welke ladder? Je hebt nog een ladder gemist in dat kiphok. Hier bedoel je, Bart? Of bedoel je terug? Of bedoel je terug? Oh, ik weet waar we zijn! Ah, ja, check. Alrighty, bro. Hier kwamen we uit toen we die lady Dimitrescu hadden gekild. Check. En hier konden we ook nog wat doen. Namelijk dit. Of hadden we dat al gedaan? Nee, zie je. Daar hebben we die well wheel voor nodig. Oh, but that, bro. We also got that shit. Hey. Slimmig. Terug bij die kippen. Ja. Vergeet je vissen niet. True. Damn, wat een diepe put. Is dit nou weer een grimmige bedoeling? Hé, hey, nog een lockpick. Nice. Wat? Voordat het fout gaat, you know. Daar weinig zin in. It's locked from the other side. Ja, zo'n vermoeden had ik er zo. Pipebomb. Dit heb ik ook niet gedaan hoor, vorige keer. Hé? Oké. Kunnen we hierheen dan of zo? Hierheen. Chat, kunnen we hier doorheen met een pipebom? Zijn we er zo? Wat was daar het voordeel van dat we die car wegduwde? Waarom? Zo. Dan kan deze er af. Ja. En dan even denken hoor. Het schuin kan waarschijnlijk niet. Wel! Oh, wel. Aha. Ploep. Explosive rounds. Kunnen we hier de grot in? Large Pigeon Blood Ruby. Oké. Dit kunnen we unlocken. Vertrouw dit nooit zo, man. Op het moment dat je onder van die jij staat, heb ik nu alles? Nee. Hè? Ligt hier dan nog? Ik kan dat echt niet tegen, man. Schiet alles op. Kijk, dat. Ah, lag nog één Magnum ammo. Een hele belangrijke lag daar nog verstopt. Fucking hell, bro. But we got it. Oké, nice. Daar gaan we weer. We gaan nu de andere kant op. Varen, daar ligt nog wat leuks. Oké, chat.
Skop. We moeten sowieso die vissen nog hebben. Dus we zijn sowieso nog niet klaar, want... Neem aan, dat inderdaad omdat we nu op het water konden varen, dat we ook wel ergens vissen kunnen fixen, toch? Dus... We gaan terug. We gaan weer even saven. Because why not? Altijd lekker om even te saven. Deze kant op. Ik was nou wel even benieuwd. Komt dit al open? Nee. Oké. Okay. Zijn we natuurlijk ook al doorheen geweest. Dus in principe maakt het ook niet uit. Vis. We need fish. Maar dat is hier niet. Dus gaan we weer in het bootje. Doek. Even U-turnen. Ja hoor. Soepel. En dan gaan we inderdaad nu nog even doorvaren. Gaan we even doorvaren, chat. Lego. Lego. Daar, ja, daar waren we net. Dus we gaan nu doorvaren. Dat is wat we nu gaan doen. Ik ben wel even benieuwd waar we nu uitkomen. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Nee, wat een eind. Zijn we nou weer beland? Lachen, man. Dat je nog zoveel kan ontdekken van de map. Gewoon vrij zeker dat de vorige keer dat ik dat helemaal niet gedaan heb. Een grot. Oh man. I don't like that shit, bro. Dat is wel veel loot, bro. Oh, damn, wat een loot. Foregrip. Die kunnen we waarschijnlijk voor de shotgun gebruiken. Denk ik zomaar eens. Ja. Nice. Dat is super nice zelfs. DNA sequencing complete. 99.95% match to Delphi Mutamacy. Mutamacity. Deviation of 0.05 can presumably be attributed to artificial changes by humans, which means it's probably the source. Further investigations into how to the connections manage to find and extract the mold is needed. The fungal colony is spread out under the entire village. When you take the Baker incident into account, the host of the mutamicity are part of a network of consciousness. Ding, wat een woord allemaal, gast. If the network is linked to there, to here, then we could assume this organism here is data storage. If that's the case, then what data is Miranda after? Okay. Okay. Oh, wat schiet dat ding snel? The fuck is dat monster, hè? Kunnen we dat ding ook killen, of niet? Lijkt me niet. Moeten we wel eens gaan, we hebben genoten van de stream. Kon geen naam verzinnen, heet die. Dankjewel, Toppen. Tot de volgende keer, maatje. Ja, we hebben nu al 4 codewoorden gehad, chat. Ja, we hebben er 4 gehad. Codewoord 5, komt die aan. Royalistic. Dat is makkelijk, hè? Dat is een makkelijke. Dat is codewoord 5. Goed. Hey, eindelijk, bro. Ah, let maar op, heb je alsnog 1 vis te weinig, weet je wel. Ik kom echt zo op. Volgens mij heb je 4 vissen nodig. Hier zijn er 3. Is dat nou echt serieus het geval? Wauw. Oh, finest fish. Volgens mij heb je voor hetgeen wat ik nodig heb, heb je 3 vissen nodig.
zal toch niet dat we nog steeds niet die upgrade kunnen fixen, bro? Wauw. Oké, dan. We gaan in de boot. Dan gaan we weer terug. Roy, bij de graveyard kan je ook vissen pakken. Als je bij die kasteel naar binnen gaat, waar de brug omhoog staat, dan kan je ook nog 3-4 vissen pakken. Ja, volgens mij heb ik die al, man. Volgens mij heb ik die vissen bij het kasteel heb ik al. Ja. Ik ben echt zo benieuwd naar de nieuwe Resident Evil, jongens. Nu ik weet dat die komt. Oh, zin in. Damn. Goed, hier hebben we nu wel even alles gehaald dat we kunnen halen. Dus ik denk of er nog meer plekken zijn waarvoor we de crank kunnen gebruiken. Weet ik even niet. Laten we hierboven nog even checken. Volgens mij kunnen we hier niks, hoor. We hebben nu 5 codewoorden gehad, jongens. Ik zie er veel vragen over in de chat. 5 codewoorden gehad. Dus nog 1 te gaan. Nog 1 te gaan, chat. Ja, hier konden we niet zoveel, hè? Volgens mij moet je hier eerst al die families voor hebben uitgeroeid. Voordat we hier wat kunnen teruggaan. Kan sowieso ook niet, denk ik. Nee. En hier iets opzetten. Denk ik dus... Oh, dat bedoel ik niet. Ik wilde dit ding erop zetten, maar gaat ook niks doen. Daarom. Nee, hier kunnen we niks doen. Oh, kut. Oeps. Dat was niet de bedoeling. Ik was aan mijn neus aan het kriebelen en ineens nemen we zo'n flesje in. Nou ja. Ergens is het ook niet heel boeiend, trouwens. Zo goed. Roy, bij de graveyard kan je nog een kelder in bij de put wat je nog niet geloot hebt. Dat is waar, man. Scherp. Ja, ja. Hier hebben we nu wel alles gehad wat we kunnen looten, dus dat is nice. Hier zo... Oh, ik weet nog een plek waar we heen kunnen, jongens. We hebben nu het balletje. Dus let's go. Ja, ja. Ik weet nog een plek waar we heen kunnen. Let's do it. Fucking do it, man. Ik ga het jullie laten zien. We gaan niet die pauperbos pakken, dat sowieso niet. Loop ik nu rondjes? Denk het wel. Ja, loop ik rondjes. Loop alleen maar rondjes. Even naar de kabouterplopbrug. Dum, 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 dum. Of hadden we hier al gedaan? Balletjes bij de windmolen. Is dat zo? Dan weet ik het even niet meer. Ik dacht namelijk hier. Uit hier. Fuck! Kutzooi, die hadden we al. Verkeerd onthouden. Excuse me, de patouche. We gaan weer terug. Even kijken, jongens. Oké. Waar is dan dat balletje waar we hem in kunnen doen? Bij de windmolen bij Moreau. Oh. Ja, dat klopt trouwens. Ja, ik weet wat jullie bedoelen. Ja. Scherp hoor. Hey, ploep. There you go. 3000 muntjes. Lekkere muntjes. Doen we het voor. Ja hoor. Oké. Even denken. We gaan sowieso nu al even bij Hollebolle Gijs verkopen. Waarvan we nu toch al weten dat we er niks aan hebben. En ik wil even in de Duke's Kitchen kijken. Hey, we kunnen het wel doen. Toch? Health increases permanently. Nice! Niet nice. Hé, maar we hebben net 3 vissen gekillt. Finest fish. Wat is dit? Movement speed increased. Ah, daar hebben we die finest fish voor nodig. Is dit irritant? Wat is dit? Damage taken when guarding? Hoeven we niet. We willen deze. Deze willen we. Daar hebben we niks mee. En deze hebben we dus ook niks mee. Want wat, we hebben niet genoeg. Wauw. Fuck.
Oké, okay. Rick Balatik, 10 euro. Roy, bij de ingang van de poppen hangt boven je vogelkooi. Als je de deur ingaat vanaf Hollebolle Gijs. Hebben we die net gepakt? Volgens mij wel, hè? Thanks voor de 10 euro, maatje. Ik denk dat ze die net gepakt hebben. Good day, then. Nee, ik wil nog Welcome, een keer. Ethan. Nog een keer. The Duke's Prize. Crystal Fragment. Kunnen we daar wat mee? Crystal Beast. Crystal Moreau. Ja, zie je wel. Dat kunnen we ergens instoppen. Had hij dat ook Lord Moreau's? A good deal. If I say so myself. Ja, dus ik denk dat we dan hierheen moeten, naar de treasure. Die kunnen we naast mee combineren. Dit ook niet. Deze wel. Kijk! Daar moesten we hem bewaren. Let's go, man. Nou wil ik het verpatsen. Ja hoor. Nee, dat niet. We willen hem verpatsen, man. Oh, het valt me dan wel vies tegen eigenlijk, hoeveel het ons oplevert. Kan er nog meer op dat ding? Of is dit het gewoon? Have a wonderful adventure. Ik dacht echt, we gaan nu zwaar beloond worden voor dat ding. Oh, er kan nog iets op. Maar wat dan? Nou, zie je, want we hebben nu één part gecomplete, maar er kan nog een part op. Ja, bij het huis met die kippen. Bij het fucking huis met die kippen, chat. Ja, er kan nog meer op. Ja, dat gaan we dan ook gewoon doen. Maar welk huis met die kippen bedoelen jullie? En hier hebben we nog die graveyard. Was hier nog iets bijzonders of zo? Ja, hier dat ding natuurlijk. Maar ja, die interesseert me geen reet. Want dan moeten we zo'n lijpe bosfight doen waar we 1000 kogels voor nodig hebben. Hier hebben we de vis al gepakt. Dus dat is al gedaan. Ik vraag me nog even af wat jullie bedoelen met het huis van de kippen. Deze? Doe je deze? Voor die ketting heb je nog 2 meer nodig. Die kippen waar de crank voor nodig had. Dus dat is hier. Oké. Ja, check. Gaan we daar even heen. Ik vind het wel leuk, man. Lekker een beetje door die map heen banjeren. Dus lachen, hè? 7 is kleven 3 uur. Heb je de nieuwe Defcon 1 anthem gehoord van Soundgears? Ik moet hem nog luisteren, man. Is die lijp? Maar ik ga hem sowieso vandaag luisteren. Maar ik heb hem nog niet geluisterd. Dus let me know, bro. Is het worth it? Om te luisteren? Is hij echt lijp? Ik kan me haast niet anders voorstellen dat hij echt lijp is. Maar die cranken. Dan moet je hier dus ergens een ladder op kunnen, zeiden jullie. Ah, je hebt gelijk. There you go. Dat stom dat ik dat net niet zag. Rick Balatik, 10 euro. Als je naar Heisenberg gaat, kijk voor dat je omhoog loopt bij een brug naar links in de bosjes. Check. Thanks, Rick. Oh, dit is wel lijp, hè? Nu kunnen we hier op. Dan hebben we hier een kistje. Hey, en kijk, die kunnen we dus inderdaad dan combineren met deze. Combine, boom. Let's fucking go, man. Nu is die hele ketting compleet. En nu gaat hij waarschijnlijk knaken opleveren. Dat kan eigenlijk niet anders. Oké, weten we ook nog waar die vissen zijn? Dat zou heel lijp zijn als we dat ook weten. Want dit hebben we nu. We good. We good, right? Dit is nice. We hebben echt bijna alles gewoon geloot. Ik vind het wel lachen dat we het nu gaan uitspelen. Ja, terug naar die grot in van Moreau. Oh ja, goeie. Daar moeten we nog heen. Voor dat bolletje, toch? Voor dat balletje. Balletje met Moreau nog. Ja, check. Let's go, man. Ik vind het leuk dat jullie ook allemaal zo driven zijn om dit keer echt alles uit de game te halen wat erin zit. Dat ze echt al die shit hebben, zeg maar. En voor de vissen. Vissen zitten in het water waarschijnlijk. Kut, Bart. Niet zo toch, Bart? Oh, man. Wat een gast. Hier, hè? Stond hier dat ding? Hier beneden? Was dat dat? Waar de fuck was dat ding ook alweer? Die kist voor dat bolletje. Voor dat balletje. Hier gewoon buiten, of niet? Hier zo. Ja! Oké, dan. Even kijken. There you go. Ja, deze heb ik ook nog nooit gedaan. Dus dat vind ik lachen. Wat is dit weer lijp.
kletslang wat ze hebben natuurlijk. Begrijp je dat ook wel? Opperste concentratie. Bro, ik zie niks meer. Help! Ik zie niks meer, bro. Dat is de bedoeling ook, niks zie je. Alright! Let's go! Oké, jongens, het enige waar we eigenlijk nu nog naar zoeken. Twee vissen. We need two fish. Two fish is all we need. Weet iemand toevallig waar wij nog twee vissen vandaan gaan toveren, of niet? Of is dit nu gewoon even wat het is? Voor de vis, neem die lift naar beneden. Are we sure? Is dat oprecht nog een ding? Vis, die lift naar beneden nemen, chat? Voor vis? Want oprecht is wel nice. Naar beneden. Oké, jullie... Ja, meerdere mensen in de chat zeggen het. Oké. Huh? We kunnen niet meer naar beneden. Helaas. Wow. We kunnen niet... Oh, ik schrok me de pleurs. Ik denk er komt een jumpscare aan. Helaas. No extra fish for me. Hé, maar was daar serieus wel vis dan? Bij die Moreau locatie? Ik kan het me niet voorstellen, man. Ik kan het me echt niet voorstellen dat daar extra vis te vinden was. Kasteel van begin waardoor Heisenberg werd gepakt. Ja, die heb ik al. Die heb ik al. Ja. Ja, die hebben we helaas al. Oké, gaan we even nog één bezoekje plegen aan Hollebolle Gissa. Gaan we even verkopen wat we nu hebben. We hebben die necklace nu compleet. We hebben dat ding gevonden van net. En dan gaan we even die boss fight... Tenminste, ik weet niet of het een boss fight is. Maar we gaan in ieder geval die stronghold gaan we even fixen. Welkom. Je hebt heel veel vis laten liggen helaas wel. Oh, dat vind ik echt zonde, man. Echt waar? Ik kan me gewoon niet voorstellen, man. Dat ik zoveel vis heb laten liggen. Er, nou ja, het zal wel. De necklace. Wow, 50k. Damn. Dat is wel heel ziek. Die statue ook. Oh, dit is ook lijp. Holy damn, bro. Dat is echt ziek. Oké, dan. Crystal Wing weg, antique coin. Volgens mij kon je daar verder niks mee, toch? Met die antique coin, of wel? I did, bro. Antique coin. Ja, gewoon verkopen die handen. Dat is wat we kunnen doen. Upgrade je wapens gaan we ook doen. Antieke coin gaan we verkopen. Crystal fragment. Kunnen we die ergens mee combineren? Nee, moeten we gewoon verpassen. Die Crystal Wing ook nog. Oké. Crystal Fragment verkopen, Crystal Wing verkopen. There you go. De rest houden we allemaal. Ja. Gunsmith. Hey. I can now offer an expanded weapon modification service. Nice, bro. Oké, we want that. Mm-hmm. Let's go. Ah, it's fine. All finished. Mijn capacity nemen we ook mee. Dit ding. Oh, zo. Die heeft een kracht. Damn. Wow. Oké, nou snap ik wat jullie bedoelen over die revolver, jongens. Check. Sniper hebben we al, Max. Dit ding gaan we ook wel gewoon even doen. Hit the fire. Wordt nog zieker nu. Oh, damn. Nou, die weapon upgrades moeten we gewoon allemaal doen. Sowieso. Oh, die is wel heel veel. Ja, gaat naar 1900. Ja. Is het handig?
Let's do it. Let's do it. Zo zit die in ieder geval. Willen we hier nog wat kopen? No, we do not want. Dan hebben we nu al gedaan. Die revolver ammo is wel heel erg rare, though. Ja, daarom. En daar hebben we nu hoeveel van? Van die revolver ammo? Magnum, twee maar? No way, bro. Ik dacht dat we meer hadden. Zie je, we hebben ook meer. Er zit wel vijf in het wapen. Vandaar. Oké, check. Gaan we die weer eventjes daar zetten? De knife. Dat is altijd wel handig om een knife zo te wielden. Even kijken hoor. Ja. Zo, wat hebben we veel handgun ammo zeg. Oh, niet helemaal. Lijp. Echt lijp. Even coins genoeg om die upgrades te doen. Ja joh. Easy. Hebben we hier al dat ding gebruikt? Ja. Ja, die hebben we al gebruikt. Dan hebben we hem... Waar zijn we nu? Oh ja, hier zo. En denk ik hier ook overal gebruikt. Ik denk het wel, man. Denk we hier niks meer kunnen doen. Want hierachter ook al. Ja, hebben we ook al omhoog getakeld. Volgens mij hadden we hier ook alles geloot dat we kunnen looten. Yep. We did. We hebben dat schaap hier ergens. Was ook nog een schaap. Hebben we ook nog gekild. Ja. Damn, alles is ook blauw op de map. Zie je dat? Dus we hebben goed geloot. Alleen hier nog kunnen we die... Is dat daar? Nee, is hier. Hier zou dat moeten zijn. Deze treasure kunnen we nog. Wat is dit dan? Een ceremony site. Daar konden we niks. Oké. Dan denk ik dat we zo voor nu echt alles hebben. Alleen echt kut van die fucking vis, bro. Daar kan je de kelder... The fuck was dat? Oh, daar loopt weer zo'n wolf. Ja, boeit het me? Ik weet eigenlijk niet of het me boeit, man. Nee, laat maar lekker lopen. Toch? Wil je dat ding killen, chat? Hebben we er wat aan? Rick Baltic, 5 euro. Roy, die coin was van Resident Evil 7. Klopt inderdaad, man. Klopt inderdaad. Je kan nog wit vark pakken, de juicy meat. Waar dan? Is centjes waard. Ja, dat is waar. Ja, we kunnen dat ding killen. Krijgen weer centjes inderdaad. Dat is absoluut waar. Oké, laten we voor nu eventjes... Ik denk dat ik gewoon even lekker die sniper erbij pakken, man. Toch wel. Skip die knife maar even. Oh. Volgens mij moesten we hier heel veel van die... diezelfde soort monsters killen. Waar gaat dit heen? Ah, dat is toch wat. Waar gingen wij eens rechtdoor gaan dan? Oh, daar. Nee, Roy. Scheef. Laten we eens voor close combat
die gasten gewoon wat easier pakken. 25 euro voor Rick Ballatik. Rode bosjes waar je net in ging. Kill die bos. En verder daar ligt volgens mij vlees. Rick, thanks voor de 25 euro. Mag ik luipen in de chat weer voor Rick? Let's go, broeder. Appreciate al je tips, man. Thanks. Ik hoor nog heel veel van die monsters. Man. Zie je nog even niet. Ja, het zal wel. Easy, bro. How do I get this door open? Damn. That was fucking easy. Yeah, de deur moeten we nog even openmaken. Eerlijk, dat deden we clean. Het ging heel clean. Pistol schiet nu ook zo vertiefd snel, jongen. Dat is echt niet normaal. Hier kunnen we naar boven. Waren we daar niet net al? Oké. Nee, hier waren we net niet. Plop. Eerst terug voor de vlees. Kunnen we hier nou niet meer terug dan? Kunnen jullie nou terug chat of niet? Nee, het is voor 5 minuten wel komen. Later, my guy. Als je nu verder gaat, dan kun je niet meer. Kijk, Dani, check. Nou, we hebben nu toch die hendels al omgezet. Sowieso, thanks voor de heads up. Dan gaan we nog even terug voor dat andere monster. Hebben we hier nu alles? Nee. Hebben we hier nog een... treasure. Huh? Oeps. Gaat goed. Waar we nu naar kijken, hebben we ergens een treasure. Nee, daar. Wat? Dan moet het hierboven ergens zijn, I guess. Laten we even kijken. Even kijken, jongens. Hoe zit dat? Ja, daarboven kunnen we komen. Maar hoe? Die muurtjes? Nee. Is het op het einde?
Jullie zeggen bro dat ze op het einde. Lijkt me niet, toch? Kunnen we daar niet naar rechts of zo? Dat je er omheen loopt. Je krijgt dat straks. Oké, check. Dan skip ik het voor nu wel even. Oké, dan Dani. Check man, thanks. Thanks. Dan gaan we nu eventjes terug. Voor dat andere monster. Het is een underground treasure. Oké. Een herpje. Always nice. Willen we dat andere ding nog killen, jongens? Is het echt de moeite waard? Of is het weer zo'n monster waar je gewoon hoeren veel ammo kwijt gaat zijn en je krijgt amper wat terug? Zeg het maar. Is het worth it? Of niet? Hey, als we hier vis hebben, is het sowieso worth it, hè? Maar guess what? Geen vis te bekennen, hoor. Zo'n barrel? Dat vind ik altijd alweer. Ammo waste? Ja, echt? Is het een ammo waste of niet? Ja, alleen dit is wel nice. Dat wel. Je krijgt wel veel vlees. Oké. Ja, ik weet het nooit zo goed met deze, met die soort van tussentijdse bosses. Oh, het is weer zo'n bounty. Ik denk echt dat het een MOA's is, man. Why don't we just take your shit and then we get the fuck out of here? Thanks for the extra ammo, thanks for the jijs. Maar dit is inderdaad gewoon, dit is gewoon een 100% een waste in onze ammo, man. 100%, zat hier gewoon looten en wegwezen. Dit monster hebben we al eerder gezien, daar krijg je geen kloten van. Echt niet. Daar krijg je echt geen kloten van, hè? Is dit? Je krijgt wel echt veel voor deze, ook veel vlees. Ja, maar goed, vlees hebben we echt al genoeg, man. We hebben echt die vissen nodig. Vis is gewoon wat momenteel... Vis is de boosdoener momenteel. Zwaar hard de boosdoener. Echt zwaar hard. Je kan de sloten openschieten. Je hoeft hem niet te killen. Je kan langzaam rennen. Daar zit de kamer vol met vlees. Oh, dus we kunnen hem ook gewoon dodgen. Oh, dat vind ik het wel worth it. Well, let's go. Dat vind ik het prima. Oopsie. Hey bro. Wat stopt er vanaf? That's a win. Right? Is my guy aware? Daar staat hij. Niet. Staat mijn guy niet daar? Waar is mijn guy? Hé, waar is die? Ik zie hem niet. Oh, hij staat hier boven. Hij ziet mij. Oké, ik zeg je eerlijk. Dat was best eng.
Ja, man. Dat was best kut. Oh, bro. Je staat daar wel OP, man. Je staat er chill bij. Ja, hij staat er slim bij. Run, Forrest, run. Ik ben een poesie als ik niet doe. Fuck op! Help! 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 Let's go! Let's go! Take the meat! Take the meat! Meat for the boys! Meat for the boys! Meat for the fucking boys! Take it all! Take it all! Take it all! Oké. Okay. Snap je? Meat for the boys! Now we getting the fuck out of here, bro! We got your meat! We got your shit! Oh man! How we doing? How we doing, bros? How we doing, bros? Damn! We zijn met jullie hele fucking kolonie gekomen, bro! Damn! Ga sterven, ouwe! Ga de fucking dood, bro! Shit! Ah. Ik wil nog even terug. Nog even kijken of hier we echt alles hebben. Ik weet niet of het slim is. Hey. There was some metal scrap. Alles? Hallo? Hallo? Oh, je bent er nog. Hey. What's up, my bro? Ah, my gang! How we doing today, bro? It's wel best wel funny, eigenlijk. Hey, die is kut. Are you mad, bro? Didn't mean to make you sad. Yo, my bad, bro. So where you mad for? Hallo. Ah, kut. My bad. My bro. Hey, maar dit is wel een slimme manier. Deze guy. Je doet hem gewoon je eigen bouw. Hoe ga jij niet dood? Je bent nog steeds niet dood. Je bent nu al dood.
al dood. Ik heb geen ammo, bro. Ik heb geen ammo om jou te killen. Dus even een momentje. Nou, was het waard? Ik denk het niet. Eigenlijk. Ik denk gewoon echt niet dat dit het waard was. I just don't think so. Maar ja, goed, we hebben het nou al gedaan. En nou helemaal die laatste save game erbij te pakken. Vind ik het denk ik ook weer niet helemaal waard. Right? We hadden inderdaad ook gewoon die revolver kunnen pakken. Ja. Ja, anderzijds, die wilde ik ook weer bewaren, weet je wel. Voor echt het goede moment. Maar ja, wat is dan het goede moment? Ja, weet ik veel. Misschien was dit wel het goede moment. Maar ja. Hey, had ook weer zo kunnen zijn dat het niet het goede moment was. Dat we hem eigenlijk hadden moeten bewaren voor iets, weet je wel. Dus ja. I don't know, was wel even lachen. We hebben hem wel gekild. Zo, you know. That's nice. Tijd voor het laatste codewoord. Ja, vind ik een goeie. Het laatste codewoord, nummer 6, is Discord. Zet die woorden allemaal achter elkaar. En dan krijg je een beetje een idee wat het zinnetje soort van is. Wat alle woorden een beetje met elkaar te maken hebben. Het geeft eigenlijk antwoord op hoe je kans kan maken uiteindelijk om de prijs te winnen. 5 euro van Black Hammer. Ik zou hem even restarten, zegt Siebe. Wel? Je had gewoon weg moeten gaan dat je al het vlees had. Ja, eigenlijk wel, hè. Er is nog een koortje bij Pop in het begin. Je moet naar boven kijken. Even kijken, hoor. Rooi de bosjes waar je net ging. Kill de bos en verder. Daar ligt volgens mij vlees. Oké. Volgens mij ook vis, zegt Black... zegt Rick Balletik, sorry. 5 euro van Black Hammer. Oké, ik zeg dit nu. Gewoon via een donor. Je had gewoon je Magnum kunnen pakken en hem 1 kogel geven. En dan was het klaar. 1 kogel? Ja, dan wil ik het wel oprecht opnieuw doen. Ja, let's go. Dat geloof ik je. Als jij zegt 1 kogel. Kom maar op dan. Was ik hier? Oh, dit was mijn previous save. Hey, dat is wel een goed save punt dan. Nu is dat monster nog alive. Bro, dit was de best call ever, ouwe. Ik heb nu gewoon alles nog. Ja, toch? Let's go, man. Let's go, chat. Oké, we gaan het zien of het 1 kogel is. We gaan het zien. My guy, equip. Ja, toch? 1 kogel. Let's see. We gaan er nu achter komen of het zo is. Hier ligt blijkbaar nog loot. Maar dat is raar, want voor mijn gevoel heb ik alles wel al gepakt wat hier zou moeten liggen. Oh, hier dit ding nog natuurlijk. Ja. Oh ja, dit allemaal nog. Hey, hoe chill is dit, man? We kunnen nu gewoon nog alles opnieuw doen, basically. Heel chill. Hey, dit ook nog. Nice, dan weer meat. Nu hebben we alles hier uit. Goed. My guy. Doe maar even hierheen. Doen we eerst even die. En daarna deze. 1 kogel. Komt ie. Boom. 2 kogels. Nou, ook niet waar. 3 kogels. Oh, die was mis. Ja. Dat slaat nergens op. We moeten wel raak schieten. Is dit het waard dan, jongens? Het is dus niet 1 kogel. Ik denk dat we gewoon moeten zeggen, fuck die shit, bro. Waarom willen we die pauperd killen? Wat boeit het? Echt boeit het, gast. Lust al meer dan 1 kogel. Die guy die lust gewoon fucking het ik veel, bro. Alles, man. Dit monster is sterker dan alle andere bosses. Daarom, fuck hem, man. Fuck hem. Is niet waard. We hoeven zijn shit niet. Het klopt dus gewoon niet. Het klopt dus gewoon niet, man. Dus we skippen hem gewoon. Ik hou liever al mijn ammo lekker op zak. Ik vind het gewoon niet waard.
Nu komen al die bounties hier, oh. Dat is wel één ding wat we zeker weten. Yep. En weet je wat we dan voor jullie even doen? Hallo. En hallo. Doei. Komt u maar. Komt u maar. Boom! Ja, maar dat is niet eerlijk, hè? Dat jullie niet allemaal doodgaan door die dingen. Bloep! Oh, ejo, 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 ejo! Oh, wat zoveel damage? Dat is lelijk. Ik wilde gewoon een mijn neerleggen, hoor. Lelijkert. Heb je ook geen hoofd meer? Nee, die is kut, man. Sorry. Oké, okay. Nou, dat was wel jammer. Onnodig. Pipebomb gebruiken voor die groep. Dat had oprecht weer de betere play geweest. Laatste keer, oké, okay, chat. Echt laatste keer nu dat ze dit nu weer ging starten. Want het klopt wel wat hij zegt. Hebben we pipebombs? Ja. Oké, okay, dat is goed. Shortcut op de onderste. Pakken we nog één keer hier alle loot. Inmiddels weten we het al een beetje uit ons hoofd waar het allemaal ligt. Hier ligt nog wat. En in de hoek ligt nog wat. Vervolgens gaan we daarheen. Pakken we het kistje. Ploppen de plop. Hartstikke idee. Maken we deze open. Maken we deze open. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. There you go. Hebben we nu alles? We hebben nu alles, toch? Ja, check. Nee, we hebben nog niet alles. Hoe kan dat nou? Ah, daar. There you go. Nice. Oh, man. La 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 la. Kom maar, roep maar jullie hele gang. Roep jullie hele gang. Plop. Boom! Ja, ja. Ja, 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 ja. Wie was dat in de chat die zei, gebruik je pipebomb? Het is wel waar, bro. Het is wel waar. Het heeft heel veel kogels nu op zak gehouden. Het enige wat je van het monster krijgt is een crystal die heel veel waard is. Daarom, we skippen hem gewoon, bro. Fuck die guy, ouwe. We hebben nu gewoon de belangrijkste loot, hebben we. It's all good. It's all good. We gotta go. We gotta move. Wat zie ik? Dit is gewoon cheaten, man. Nee, man. Dit is gewoon slim spelen. Dit is gebruik maken van het spel. Vind ik wel. Ja. Vind ik wel. Know what I'm saying? Know what I'm saying? Welke kant gaat dit trouwens op? Ah, dit... Ah, ja. Yeah. Oké. Okay. It's going towards Heisenberg, huh? Moeten we hier ergens omhoog, volgens mij? Hier zo, ja? Dan gaan we hier even omhoog. We are going up here. We're going up, 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 up. Okay. Wat vind jij van Twitch at the moment met hun pagina's voor de vrouwen? Is het raar dat ik nu niet per se weet wat je bedoelt? Deze portal staan toch? Ja, uit. Stronghold. Ja, ja. Bloep, bloep. Hallo, boink, boink. Ik dacht dat we uitgefight waren. Dus niet. Bloep. Explosive rounds. Rusted crab. Klop. Lei. Pipebomb. En safe. Oh. Damn, we gotta go all the way up. En we moeten daar nog verder de grot in. Oké, jongens. Jeetje, wat een avontuur allemaal weer. Wat een avontuur allemaal weer, jongens. Jullie voelen allemaal aankomen. Het is momenteel 10:12 s'avonds. 10:12. Heb je een biertje al gedronken? Nee. We hebben het uiteindelijk niet gedaan, maar ik krijg er wel blij mee, want ik zit echt goed in mijn dieet. Dus dat komt wel weer dit weekend ergens. Darek, 3 euro. Ben er weer bij, hoor, Roy. Succes met je maat met je stream. Dankjewel, topper. Dankjewel, Darek. En verder hebben we volgens mij alles gehad. Dus beste kijkers, we gaan hem bij deze afsluiten. De Resident Evil stream. Ik ga nog één keer voor de zekerheid even opslaan, maar eigenlijk onnodig. Damn, dit was een leuke, man. Ik had een goede energie te pakken. Jullie in de chat hadden goede energie te pakken. Ik zei trouwens 10:12, maar ik bedoelde 10:01. Excuus. Dus het is eigenlijk nog later dan dat ik al dacht. Nee, ik wist dat 10:01 was. Nee, ik zei het gewoon verkeerd. We quitten even die gimma. We hebben dus deze stream 6 codewoorden gegeven. Want deze stream was mede mogelijk gemaakt door Predator.
Waardoor ik weer een hele mooie prijs mocht weggeven. Namelijk de Predator Sestus 350 Gaming Mouse. Ter waarde van ongeveer €90. Ik heb deze livestream 6 codewoorden gegeven. Die 6 codewoorden ga ik dus niet nu nog een keer opnoemen. Want dat was juist het hele ding van de codewoorden. Dat was juist het hele leuke ding eraan. Wat je moet doen voor deze giveaway om kans te maken is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je nodig hebt is Instagram. Ga nu op Instagram. Dit doen we dus zodat we geen antwoorden aan elkaar kunnen spoilen. Ga op je Instagram en volg mij, Royalistic, op Instagram. En in die Instagram, of op de stream, wat zeg ik nou allemaal, gast? Op Instagram kan je gewoon mij een DM sturen. Als het goed is, kan dat. En in die DM wil ik dat je alle 6 de codewoorden achterlaat. Dus je zegt 1... punt en dan het codewoord 2, codewoord 3, codewoord 4, codewoord. Je begrijpt hem. Dus dat je zodoende alle codewoorden aan mij vertelt die er zijn. En zo maak je kans. Als je dan gewonnen hebt, dan maak ik het kenbaar ook via Instagram. Ik kan het nu trouwens ook wel doen. Ik zie alleen dat mijn main monitor fucked is. Oh nee. Huh? Wat is dit nou weer? Hij heeft er... Mij? Gaat er iets niet lekker hier zo? Nee. Wat is dit nou weer, gast? Is beeldscherm dupliceren. Stond in één keer niet goed. Heel raar. Oké, gaat het nu wel goed? Gaat even iets niet lekker hier, chat. Wijzigingen behouden. Ja. En dan die. En dan ook behouden. Kijk, volgens mij staat nu alles... Nee. Niet alles staat goed. Wat de hel is dit, bro? Wow, dit gaat niet nice. This ain't going nice. Nou, dat zoek ik zo wel uit. Geen idee wat er nu fout gaat, maar goed. Stuur mij nu een DM met alle codewoorden. En dan ga ik nu een winnaar uitkiezen. Dus jullie hebben nu de tijd gehad om een codewoord te sturen. Oh shit, mijn telefoon heeft 1%. Oh mijn god, mijn telefoon heeft 1%. Ik zie dit alweer fout gaan. Ik heb geen lader hier. Ik heb ooit de lader uit mijn studio gehaald. En ik weet nu niet waar die is. Maar goed, ik heb het nu eventjes... Ik heb hem nu even snel in de lader gelegd hier bij de PlayStation hiernaast. Wat gaat hier fout met die schermen, bro? Wat is dit, ouwe? Ik moet gewoon even mijn beeldscherminstellingen hebben. Beeldscherminstellingen. En dan... die. Ah, kijk, hij staat op 60 hertz. Wat is dat nou weer? Zo raar. Mijn beeldscherm is gewoon even helemaal soort van gecrashed, man. Fucking vaag. Echt even een glitch gaan hier. Tering raar. Even kijken, hoe ga ik dit oplossen? Zo. Ik ga het ondertussen even proberen te fixen. En mijn telefoon is dus aan het opladen, jongens. Dus blijf vooral kijken. Want... Oké. Kijk of hij het nu wel gaat doen. Dus, mijn telefoon eventjes een beetje opladen. En dan gaan we de winnaar bekendmaken. Echt, wat is hier gaande, hoor. Mijn hele computer tript hem de fuck out, gewoon. Echt fucking vaag. Echt heel raar. Ik snap er niks van. Zit ik wel op de goede input? Is dat het niet? Ja, ik zit gewoon op DisplayPort. Hè? Sinds ik uit het spel ben...
Is hij fucked up? Heel vaag. Nou, ik moet er zo meteen naar kijken. Maar ik kan altijd zo slecht tegen, jongens. Als apparatuur niet functioneert naar behoren. Oh, daar kan ik zo slecht tegen. Anyways, ik ga even kijken of mijn telefoon nu genoeg batterij heeft. En dan gaan we winnaar bekendmaken. Dus jongens, stuur maar alle codewoorden op Instagram naar mijn DM. En dan maken we nu de winnaar bekend van de muis. Let's go. Oké, ik heb 2% batterij, dus ik ga het snel doen. Degene die wint is geworden. Even kijken, ik ga gewoon random ergens nu stoppen in mijn DM. En we stoppen nu hier. Rosa laagstreepje, even kijken. Die heeft als codewoord 1, Predator. Codewoord 2, Nitro. Codewoord 3, Acer. Codewoord 4, Muis. Codewoord 5, Royalistic. Codewoord 6, Discord. Rosa, van harte gefeliciteerd. Jij hebt gewonnen. Ja, ja. Let's go. Rosa, laagstreepje. Van harte gefeliciteerd met het winnen van de Predator Muis. Ik heb jou een DM gestuurd, dus ik zal straks eventjes het verder met je regelen, dat mijn management contact met je opneemt, dus et cetera. En dan komt de muis jouw kant op. Beste kijkers, bedankt voor het kijken allemaal naar deze Resident Evil Village stream. Morgen ben ik uiteraard weer live, want ik ga gewoon weer echt proberen om elke dag live te zijn. De vrijdag is dan de enige soort van uitzondering. Laten we voorop staan, jongens. Het liefst zou ik iedereen deze muis gegund hebben, maar ja, ik kan helaas maar één iemand blij maken. Dus volgende keer weer kans. Ik geef vrijwel elke week wel iets weg. Dus blijf gewoon vooral mijn kanaal goed in de gaten houden. Op Twitch, op YouTube. Blijf geabonneerd, blijf me volgen. En dan komt er snel weer een giveaway aan. Ik zie jullie heel graag morgen weer met een nieuwe livestream. Bedankt voor het kijken allemaal. En ik check jullie morgen. Slaap lekker. Ciao.